Hele goede avond. Ik was even mijn lichter aan het fixen, want blijkbaar gaat het dus automatisch uit. En waarom zit, heb ik het gevoel dat ik niet recht voor mijn camera zit? En zo wel, maar zo zit ik niet recht voor mijn spullen. Dit is raar. Mijn camera is verplaatst. Noepje, jij bent een noepje. Noepje, zegt hij tegen mij. Hey Pablo, leuk dat je kijkt. Ik ga trouwens wel even de stream op alleen abonnees zetten op YouTube. Dus. Opslaan. Hey Becky. We gaan voor GTA vanavond. En ik heb goed nieuws. Ik heb IBT-training. Op een zaterdagavond, 7:15. Dus dit weekend ben ik helemaal weinig live, jongens. Dat betekent dat ik. Vrijdagavond ben ik er niet. Oh, ik ben er vrijdag. Morgenavond ook niet. Morgenavond ben ik er niet. Zaterdagavond ben ik er niet. Alleen zaterdagochtend met Fortnite. Zondagavond ben ik er ook niet. Alleen zondagochtend. Maar. Misschien. Ik ben maandag vrij. Ik heb vrij gevraagd. Dus misschien ga ik maandag iets doen. Maar ik weet niet. Misschien. Hey Becky. Ik twijfel een beetje. Maar dat jullie dat weten. Sorry. Ik moet even. Even een vriendin beantwoorden. Dus. Ja, that's it. Meer niet. Ik moet even deze. Oh, dit is niet goed. Chat even hier doen. Dat is makkelijker. Dan moet ik dit even daar doen. En dan. Oh my god, sorry, dit is drama. Oké. Ewa, schoolmeisje. Is dit weer niet goed? Ik dacht dat jij Fortnite ging. Thijs, ik dacht dat jij te laat zou zijn. Ik ga expres geen Fortnite, want ik dacht, ja, Thijs is er niet. Jawel, helemaal goed voor mij. Oké, gelukkig. Ja, dus ik ga dingen opstarten. Misschien ga ik straks nog wel even voor naar Thijs, als je mazzel hebt. Thijs, ik dacht dat je kinderbedtijd al geweest is. Ben ook, ik ook, want ik ga nog even douchen. Maar daarna ben ik er weer hoor. Oh, gezellig, Thijs. Yo, bro. Ik ga opstarten. Ik wou bijna Fortnite aan. Godver, heb ik weer reclames. Ja. Ik had een video gezien over Future. Waarin iemand een beetje zat haten op de stad. Niet helemaal haten, maar een beetje een soort van de waarheid sprak over de stad. En hij zei dus in die video dat er meer dan 200 mensen. Cheaten in deze stad. Dus. Wij lopen allemaal te grijnen. Voor de mensen die dus niet cheaten. Voor poep. Het verbaast me niks. Nee. Mij eigenlijk ook niet. Ik bedoel, het is wel een spelletje, maar. Sommige mensen vatten het een beetje serieus, het spelletje. Sommige mensen. Vatten het een beetje. Onserieus.
zo, denk ik. Pablo vraagt hoe oud ik ben. Ik ben 27. Eigenlijk wil ik vragen hoe oud denk je dat ik ben, maar ik heb het al gezegd. Hoe oud ben jij, Pablo? Dat vraag ik me ook af. Hebben ze weer een nieuwe, of heb ik gewoon serieus nooit goed gekeken naar het beginscherm? Oh nee, dit is 100% nieuw. Zo, dit duurt lang. Oh, oh, ik weet het. Oh, ik weet waar ik ben. Het is druk. Het begon allemaal met een leuk hemdje. Dankjewel. Dat heb ik speciaal voor u aangetrokken. Het begon allemaal met een ruzie daar. Met een kind met een wat hoger volume. Zeg maar, in het stratje. Toen heeft hij me banden kapot getrapt. En toen knalde ik uit de stad. Dus we moeten even de auto halen. En ik denk uit de inbound. Yo. Yo. Moet je ergens zijn? Nou, ik denk volgens mij gewoon alleen hier beneden. Oh, ga je naar die garage? Ja. Ah, oké, is goed. Ja, ik zag je lopen. Ja, lief, dankjewel. Pats, ik ben geabonneerd. Hoezo staat dat er niet? Huh? Dat zie ik eigenlijk ook niet. Het staat... Oh, nu wel? Staat het in het scherm? Oh, oh. Kijk, we hebben een nieuw Barbie-mobiel. Hey. Oh ja, lekker bro, thanks. Maar ik snap niet waarom het niet in het beeldscherm, in mijn schermpje komt. Normaal komt dat er ook. Normaal gesproken. Ja, jongen. Afgrijzelijk. Hé, hey, Talon is toch mooi. Moet je kijken, ik heb zelfs... Wacht, ik ga even aan de kant van de weg staan. Roze binnenkant. Alleen... ik ben die band daar achterop kwijt. En dan kan je je sub delen. Hallo Tally, dit is prachtig. Dit is toch cool? Ik dacht eerst ik hou hem zwart, maar ja hè. We zijn geen basic bitches. Verder. Heb ik zin om in dienst te gaan? Moet je even naar TuneShop gaan voor die band? Kunnen ze... Ja hoor, kijk, hij staat er! Lekker, Marty! Nu al 5 maanden abonnee! Hey. Lekker hoor! Hatsflats, lekker bro! Ik moet naar TuneShop gaan voor die band. Dat is zeker die garage waar ik ook dit heb geverfd. Of niet? We hebben dus een mega grote nieuwe tv. Oeh. Lekker. Hoed erbij. Volgens mij moest ik zo. Hallo. XXL Lotten. Hero in the building. Oh. Oeps, had ik bijna weer een ongeluk gemaakt. As usual. Vorige keer raakte ik hier... Oh, dit gaat nu goed. Oké, we moeten even E. Wat? E was top. E. Of V? Wat moest ik ook weer doen? V? Nee. I? I? U? K? Hé? Nee!
Oh, Lotte, ik heb een nieuwe video voor jou gemaakt. De 16e video is heel erg leuk geworden. Je moet hem echt gaan kijken. Ik wil iets vragen in de video. Even heen en weer rijden of goed staan. Oh, 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 oh. Schade erbij. Nee joh, Marty, ja. Hé hey, Marty, ik zal je dat stellen. Dat is bijna iedere stream het geval. Oh, Talon. Rustig aan. Het doet het niet. Het doet het niet. Het is vre... Tukje naar achter. Oh, oh, oh! Wat doe ik? Oh! Oh, oké, okay, wacht. We gaan het weer opnieuw proberen. Opnieuw. Ik zie het niet staan hoor. Of moet ik daarin? Iets naar links. Hier? Oh ja! Wat? Eindelijk! Oh, dit moet niet. En volgens mij was dit extra of zo, toch? Hey, dat dit zo scheef is, kan ik ook niks aan doen. Hé, hey, waar is dat heerlijke... Hoor dit geluidje. Tik, tik, tik. Body parts? Dank u wel, dank u wel. Hoezo, oh. Ik heb mijn rechteroog. Oh ja, extra's. Nee, ja, hier heb ik die shit-kenteken. Dat weet ik niet. En welke is het dan? Heb jij rechterop? Ja, die heb ik wel. Maar het lijkt er bijna... Het lijkt erop of je eruit valt. Nou, daar kan ik niks aan veranderen. Wat kan ik ook? Oh. Hey, Milan. Drink? Waar staat dat? Waar zie je dat staan, Tally? Oh, doe ze allemaal eerst en kijk gewoon. Dat niet. Nee, ik denk dat die ijs weggegaan. Bij hier. Maar hij komt er nu niet op. Hoi Lottie, ho is het vandaakabje nog vandaag wat luks gedaan. Hey Thomas, help me alsjeblieft. Ik moet weten hoe ik die band op de achterkant krijg. Hoor, heeft die er geen, denk ik. Sorry, wacht. Body parts, rear bumper, doe ze allemaal eens kijken. Waar gekke wakkie. Hoor, heeft die er geen, denk ik. Lotte, anders ben ik die vraag niet stellen als je niet kijkt. Ja, maar Marty, ik kan niet elke video kijken. Ik ga... Oh, Thomas! Body part extra, Lotje. Ja, maar kijk. Dat doe ik. Maar kijk wat er dan gebeurt. Dus komt alleen die... Dan... Die
Kenteken en voor de rest niks. Je moet gewoon je auto. Je moet je auto repareren, dan staat hij er weer op. In huwelijksaanzoek, Pablo? Oh, is dat zo? Dan zijn Marlies gaat niet kijken. En nu kappen met zeiken. Wat moet ik? Oké, wat moet ik doen? Moet ik er gewoon nu naar de ANWB of niet? Is een glitch. Oké, dus als ik naar de auto of ANWB ga, dan is het gefixt. Of moet ik een repair kitje doen? Extra 1 erop zetten. Extra 1. Oké, en nu naar ANWB. Oh. Jongens, jullie gaan zien. Hoe deze pro kan rijden. Oh, wacht. Ik moet, omdat ik al zo goed weet hoe de stad hier werkt, moet ik even deze doen. Oh, hey. Thomas? Zit je me nou te naaien? Want dat heeft helemaal niks met de tunes op te maken, hoor ik hier. In mijn linkeroor. Jongen, jongen, jongen. Sorry, het spijt me. Oh man, dit. Dat kwam door die mooie kleur. Ik was een beetje in shock. Ik zat te kijken naar de kleur en dacht ik, wow. Hey, deze auto is trouwens niet goed, jongens. Ik rijd alleen maar mijn hele geld naar boetes. Ik kan net zo goed al mijn geld inleveren. En de boetes. Oei. Dat is niet best. Niet gezien. Ja, Tally, daar was ik ook al van op de hoogte. En misschien minder schade. Hey, hallo, wat doe jij? Goedenavond, ja, goedenavond. Het is weer een vrouw. Gozer, niet zo stoer doe jij. Jongen, je rijdt toch vol tegen me aan, jongen? Nee! Ik wil niet rijden. Hallo, in mijn hoofd niet, hoor. Ja, in mijn hoofd zeker weten wel. Godsamme, wie is dit? Help, help! Vrouwenmishandeling. Ik ga het ding recht zetten, pas op. Oh, oh. Toch, heb je hem? Zelletjes, wat is hier kapot aan? Alleen een raampje? En ik heb mijn band kwijt. Hier, deze. Een glitch. Wilt u mij niet slaan of ik ben genoodzaakt u in de houtgreep te leggen? Zo, u bent lekker bezig, meneer. Ja, toch. Wat vindt u van mijn tassie? Hey, meneer de AOB. Heel mooi, pas bij de auto. Heeft mijn auto weer kapot gereden. Ja, kom er aan. Nee, dat was ik niet, meneer. Dat was niet. Zeker weten. Nou, doei, fijne avond. Oh, het staat ook op mijn bodycam. Godzak. Ik krijg toch geen vakantie. Ik kan nou met de beuken. Wil je even uitkijken? Dankjewel, Thomas. Je hebt me gesaved. Auw. Godsamme. Schadevergoeding. Help. Oh. Wat is dit? Dit kan niet. Ik moet even schade gaan rijden. Kijk, ik heb een schietlont, zie je dat? Als je niet uitkijkt. Die meneer is zijn stem verloren. Ik ga jou helemaal kapot maken, vriend. Ik ga jou kapot maken. Oh, pardon. Huh, maar die band is zo klein. Moest die groter? Jongens, ik kan wel weer naar de ANWB.
Meneer? Wie is dit? Ik zou zeggen Armin, maar Armin is de laatste tijd wat vaak op vakantie geweest. Of onder de zonnebank. Dus niet Armin. Kan je praten, meneer, of niet? Ik hoor je niet. Oh, wacht. Je praat, maar ik hoor je niet. Je praat zeker al de hele tijd, hè? Je bent zo stil. Ben je je stem verloren, meneer? Connection lost. Wacht. Ik wacht. Wat duurt wachten toch lang? Hallo? Ha, eindelijk! Godverdomme! Godsamme! Waarom zit je met slaan? Wie denk je dat ik ben? Bart! Haha! Ik heb het goed, eindelijk hè! Eindelijk! Joejoe! Maar ik vind mijn auto mooi. Hey! Zo, die krijg je. Ah! Ik vind mijn auto wel mooier dan... Zo. Hallo! Gaan we zo met elkaar om, collega? Hè? Ja, dan moet je maar eens een keer wat meer in dienst komen, hè? Oké, ik ga nu in dienst. Dat was ik net van plan. Ik dacht, wij gaan samen koppelen. Wil je koppelen? Ja. Oh, echt? Oké, dat zullen we koppelen, hè? Oké, omdat je het zo lief vraagt, wil ik met je koppelen, Bart. Oké, love you. Bye bye. Love you too, bye. Kijk, word weer agressief. Raampje inkinkelen. Wat is flat. Gerry, even nu ophouden. Je bent gewoon jaloers. Oh, ik ga even naar... Oh. Ik weet niet waar ik heen. Gelukkig hebben we een map. Op de kaart. Kijk, gelukkig maakt het nu even niet uit, hè? Kijk, daar rijdt toevallig geen collega. Ik heb geleerd wat dit voor auto is, jongens. Fully XX, dat betekent dat ik heel veel scha... Auw! Ah. Oh, fuck my life! Dit was pijnlijk, maar ik heb het overleefd. Dit betekent dat ik veel schade kan rijden. Hey Talon, ik zal je wat vertellen. Ik zal nooit in mijn hele leven deze map kennen. Ik ken net aan Bart's naam. En ik ken net aan Gerry. En Marty. En dan houdt het ook wel op. Dus om deze map uit mijn hoofd te kennen, is niet voor mij weggelegd. Maar jongens, ik zal je wat leuks vertellen. Ik heb zaterdag mijn zaterdagavond spenderen. Weet je wat ik ga doen? Een IBT training. Dat had ik altijd al willen doen op mijn zaterdagavond. Wow! Kijk. Ik zou zeggen, racht die paaltjes omver. Zo komen het terrein om. Maar dat werkt waarschijnlijk zo. Oh, kijk. Hey, wat cool dit. Zo, heb je ooit banden zo gezien gaan? Kan ik hier veilig mijn auto zeggen? Of gaat die dan weg? Twijfel. Ik weet niet waar ik hem anders neer kan zetten. Oh, dat moest ergens hier buiten, hè? Nee, ik kan niet binnen ook wel. ze kent net haar eigen naam. Haar eigen straat? Dat klopt ook wel. Nee, hier kan ik ook mijn auto niet kwijt. Laten we dit maar niet doen. We gaan hem even buiten wegzetten. Oh. Oh, hekkie. Die had ik niet gezien. Ah, mijn eigen straat heb ik wel lang over moeten doen hoor. Om dat te leren. Maar ja, uiteindelijk is het me gelukt. Kijk, en dan gaan we.
Oh, trouwens, vanaf hier weet ik goed de weg. Kijk, dit heb ik allemaal geleerd. Dan gaan we hierin. Deur dicht. Deur open. Deur dicht. Deur open. Ik weet eigenlijk niet of ik ze allemaal goed dicht doe. Maar dat terzijde. Misschien hier nog zijn of niet? Shit, verkeerd. Sorry, ik wist de weg hoor. Ja, ik weet precies de weg. Goed. Hydrateer, ik kan net door. Ja, is goed. Harry, ik heb zoveel kilometers in mijn auto gereden, ik ben er echt nog blij mee. Ik ben niet heel erg blij met mijn oogbal. Weer in de tweede kant. Hallo meneer. Hallo. Ik heb verkeerde holster. Shit. Dat is niet handig. Nee, Leen. Ik ga niet met een bril oplopen. Laten we dat maar niet doen. Nee, ik weet het niet. Ik heb mijn lens vervangen, maar eerst was mijn linkeroog de hele tijd zo droog de hele tijd. En nu is mijn rechteroog. Ja, eentje naar links. Eentje naar links. Jij? Nee. Oh. Ja, Wart. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik ben lost. Ik moet ergens voor mijn wapen... Oh, wacht, ik weet het. Wacht, dat niks zeggen, jongens. Niks zeggen. Ik weet het. Ik moet nu mijn wapen halen. Dat is hier beneden. En andere ontevreden klanten worden meestal gekanteld. Wat is dat? Want er is geen optie. Warmer, warm. Oké, okay, niks zeggen. Ik weet het. Yo, wil je een challenge doen? Een rondje en spring of ga op je stoel staan en doe 5 keer door je benen en weer omhoog. Ik doneer 25 euro. Peri Geo. Wat een fantastisch plan. Ik ga dit direct uitvoeren. Mooi niet. 25 euro. Maak maar 1000 van. Dan ga ik voor jou... 1000 euro is wel weinig. Nou, oké, 1000 euro wil ik dat doen. Voor jou ga ik dan een rondje draaien. Wat wil je? Een rondje draaien. Daar doe ik wel voor. Even kijken. Je... Nog warmer. Jeroen, ik heb promotie. Kijk even! Dat heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Nee, shit, niet hier. Oh, ik vind dit vreselijk. Ik vind het echt niet leuk. Promotie bekend nog steeds weg niet. Luister, als ik... Vloer 3, min 3. Daar ben ik toch? Bijna Neo, ja! Ik heb er zin in. Oh, wacht, ik weet het. Het komt naar boven borrelen. Even kijken hoor. Lotte. Ja. Volg even. Oké, ik volg. Zie je, ik wist het wel. Ik wist het. Dat zei ik al de hele tijd dat het hier was. Kijk. Iedereen maakt foutjes. Bart, wat moet ik toch zonder jou? Ik weet het gewoon niet meer. Gelukkig heb ik jou. By my side. Aangezien dat jij je promotie hebt gehad, mag jij ook raden. Oh, wat fijn. Je weet wat je doet, hè? Maar is goed. Ik ga even die me aanmelden. Yes. Ja, oh ja, dus ik heb zaterdag gezellig een IBT-training, jongens. Dat wordt zo leuk. Ik ben helemaal blij. Heel blij. Oh ja, ik heb eigenlijk nog niet mijn dingen aangepast. Moet ik even doen. Oh shit. Wacht, ik heb een andere code gekregen. Oh, dit wil ik helemaal niet. Ik heb iets anders gekregen en ik weet niet waar ik moet zijn. Oh my god. Iets met promotie. Waarom dit?
Oh ja, kijk. Haha. Ik ben er dus nu 3089. Yes. En ik moet dit opschrijven. Let's go. Wacht. Yes. Heb jij je ding gepakt? Ja, ja. Top. Anders gaat niet goed. Ja, dat is dus ook nog eens. Het verandert iedere keer. Als je promotie krijgt. Wijziging opslaan. Oké. Okay. 3089. Mm. 3089 status 0 met een koppelverzoek aan 2103. Op mijn dienst, standby. Tim, kom eens uit. Wat zei die? Standby? Bart, wat zei die? Standby? Ja, ik hoop op zo'n pist goed gekeerd. Kan ik met spoed extra 1 in? Ja, dat staat bij. Oké. Woehoe! Welke nummertje moet ik aanhouden? 2103. Oké, okay, wacht. Dat moet ik even aanpassen. 2102, kom eens uit. Zit jij in deze auto? Ja, je moet kijken in bij Winning. Ja, maar pak een andere, zodat jij die op slot kunt doen en niet. Oké. Wacht, ik ga even die ding aanpassen. Kijk, door de garage in de buurt. Zijn jullie al 2103? Ik moet ook naar de koppel 4 gaan. Hij zit al zo lang te wachten, deze man. Je mag de Amarok pakken. Oh my god, dat zijn nou 2103? Nee, dat klopt niet. Sorry. Niet opslaan. Ja, wij zijn ook bij de A1. Ik heb ook geschreven naar de koppel 4. Welke koppel is dat? 4. Oeps, oh my god. 2103. Ja. Oké. Welke moet ik pakken? Welk? Bart. Yo, ja, de Amarok. Sorry. Maakt niet uit. Dan ben ik even met mijn studies bezig. Ik wil eigenlijk de Golf. Oké, we gaan even mensen... Ja, je mag even de lampjes uitdoen. Oh ja, dat doe ik met Q. Ja hoor, kijk, dat weet ze gewoon. Oh, wacht, een DP? Oh nee, wat is dat ook weer? Oh. Of L. Nee, oh. Ah. Zo, Bart, hoe gaat het met jou? Ah, goeie jong, goed. Met u? Ja, goeie jong. Met u? Ja, goeie jong. Met u? Zeggen ze dat in België altijd zo? Ja, maar we zeggen meer Savakkes. Dus. Oh, Savakkes. Nou, volgende keer zou ik dat zeggen. Nee, Savakkes. Echt Savakkes. Savakkes. Exact. Oké. Moet ik wel even in mijn rol komen hoor, maar oké. Oh, groen. Hey, Wanneer heb je een IBT-training? Ja, zaterdagavond. Jippie. Dan had ik precies... Ja, je had je toch doen, hè? Ja, weet je, eigenlijk was hij... Oh, pardon. Iemand anders dan mij op een golf, toch? Eigenlijk was hij eerst vrijdagavond. Nee. Maar toen kon ik niet. En nu is hij, stuurde hij die trainer stuurde. Ik heb hier namelijk geen agent. Zaterdagavond, kan je dan wel. Dus toen kon ik geen nee meer zeggen. Zijn, maar ze wel oh, ik rijd tegen het verkeer in. Oh. Ik heb het door, ja. Oh. Oh, wat doen we nu? Ik ga even daarin. Gewoon verder rijden. Klinkt Tim. Kijk, tegen het verkeer, mooi niet. Oké, wat gaan we doen? Zeg maar, Bart. Ja, ik moet gewoon wachten tot we een melding krijgen. Oké, gewoon rustig aan. En Lotte, wat heb je vandaag allemaal gedaan, jong? Jong, ik heb lekker gewerkt, jong. En jij? Alleen maar studeren eigenlijk. Oh shit, wat voor studie doe je? Ik ben nu motorsport engineering aan het doen. Op een onroader. Motorsport engineering? Yes, sir. En dat houdt in? Dat je... Ja, dat is met de motorsport zo... van... Ja, engineering over raceauto's. Hoe dat raceauto's in elkaar zitten. De beste setup voor een raceauto. Dus eigenlijk... Gewoon alles mee auto's. Dus jij wil op de kartbaan gaan werken? Niet op de kartbaan. Dit is Formule 1, jong. Oh, sorry. Vroom, raceauto's. Oh, sorry hoor. Ja?
Ja, gelukkig ben ik al lang al klaar met studeren. Oh, dit is echt cringe. Oh, u ook, meneer. Ah, vijf, broer. Wat gaat u nou doen? Yo, vriendje, je weet dat je niet midden op de weg mag stilstaan, hè? Nee, ik ga even kijken waar uw lek was. Wat? Geen idee. Oh! Ik heb een middag aan de mag gewoon doorrijden. Ik mag even een kijkje nemen. Top. De 3036 is status 0. Hé, hey, dat is Daisy. Strange specialisaties. Agent, motor. Ja, nee, nu is het Patty B, hè? Oh ja. Eigenlijk wil ik hem voor te roepen. Patty. Op de motor mogen. Ja, positief, maar ga je op de 2105 op... Ah, oh, sorry hoor, het is groen. Zag jij dat toevallig ook? Ah, nee. Omdat ik niet aan het kijken was, ik ben nog steeds aan het studeren in tussentijd. Nee, meen je dat? Wanneer, heb je een toets of zo? Wat bedoel je? Meen je dat? Ik heb examens. Oh, examens joh. Ik heb... Ja. Oh. Ja! Mijn rug, joh. Mijn hoofd. Ik raakte jou niet. Ik raakte jullie niet. Sorry. Aan alle in. Oh, ik kan dit even niet relativeren. Zo, ik moet even frissen. Berry package nodig, want ik raakte je niet. Ja, graag. Hallo, Plotte. Collega! Collega, wat is met u aan de hand? Mijn rug. Jee, hoe ga ik dat rechtbreken? Stop erin, tegen, stop erin. Oké, dan moet je tegenaan. Wacht even, ik geef hem een tikkie. Tikkie! Oh! Hey, hij is gemaakt. Er ligt een repackage, er ligt een repackage. Ja, ja. Oh, dank u wel, meneer, dank u wel. Dank u, fijne avond, doei. Kijk, we hebben mooi even een repackage afgetroffeld. Jat, jong, jat. Die hebben we toch niet nodig, haha. Je hebt hem elke lampje. Geen idee. Oh ja, maar dan kunnen we mooi even naar de AMB. Zo. Yes. Oh, groen. Ja, mooi. Mooi. Zo, fantastisch groen, joh. We hebben de groene golf. Het is rustig. Ja, het is echt rustig, hè? Het is rustig. Te rustig. Te rustig. Dat is opvallend, hè? Oh, ik hoor auto's. Kijk, dit is mooi. Oh, stop jij! Oh! Nou, daar kunnen we niet achteraan, hè? Ofwel, hoe hard kan deze auto? Ja, nee. Als ik op mijn motor was, misschien wel. Maar... 42-04 staat dus 0. Ah, Robin. Sorry. Strange specialisaties. Ik red hier en alles. Zo, die heeft een chille stem? Mag je op de 13-15 op een SIF naar keuze? Is vooral, ja. Dankjewel. Het is een bodycamera. Zo, wat heeft hij een heerlijke stem. Dat is ook een bodycamera, wist je dat niet? Nee. Wie heet Robin? Dat is ook een bodycamera, wist je dat niet? Nee. Mooie auto, ja, meneer. Ja, Alec Glero. Oh. Zo. Dat is echt gewoon omdat hij hetzelfde heeft, maar gewoon in het lelijke roze. Ja, daarom zeg ik dat het een mooie auto is. Mijn is wel mooi, hè? Of niet. Nee. Oh. Wat zegt u? Mijn is veel mooier. Mijn wel mooier. Zeker geniet. Zeker wel, meneer. Wilt u even een battletje doen? Mooiste auto? Ik win. Of drag race. Drag race, ja. Niet met deze. Hé, hey, Lotte. Ja, wacht even. Ik word even gebeld. Politie en ambulance. Oh, niet zo doe jij. Hé, hey, Lotte. Hallo. Met de enige echte. Wie is de enige? Mijn auto is ook wel een stuk sneller. Ja, gast, wacht maar tot ik mijn auto heb gepakt. Ja, Vincent, zou je gewoon even wil doorraden, alsjeblieft. Lotte, ga je nog je 15k ophalen? Of, Heb je die dan? Nee, man, die heb ik echt. Die had ik al toen, daar. Oh, maar die gaf je niet. Geef je locatie, ik kom er nu aan. Ja. Ik geef alweer 3 minuten locatie. 3 minuten? Godzie, door. 2 minuten. Ik ben wel in dienst, hè, dus je moet het normaal houden. We kunnen geen gekleurde dingen bespreken. Oh ja, komt goed. Oké. Ben je nou eindelijk een keer surveillant geworden of is dat nog steeds? Ja. Ik heb zaterdag IBT-training. Dus we gaan allemaal bezig. Dus dan kan ik jou eindelijk onder schot houden. Ja. Wat moet je gaan doen?
Ja, ik kan een paar bankjes plegen. Oh. Oh, in the future. Gangster boyky. Ja, ja, niet the future, maar ja, kan ook morgen zijn, hè? Je weet het niet. Oké, nou. Mijn collega staat even met zijn beeld te dansen, dus ik weet niet of je een gratis showtje wil, maar... Kom maar naar haven, helemaal onderin. Welke haven? Kan je locatie sturen? Stuur gewoon even zo'n dingetje, dan kan ik makkelijk gewoon aanklikken. Ik stuur een locatie, maar weet je wat het is, Lot? Ik ben daar nog niet, zeg maar. Oh! Een locatie voor anderhalf minuut. Oké, stuur maar. Kom gewoon richting onder, dan kan je sneller zijn, zeg maar. Oké, kom nu richting onder, tot zo. Helemaal goed. Eww. Dat is 45 stad. Oké, Bart, ik moet even richting onder. Ja, de 4204 gaat Wat zal onder zijn? Wat zal onder zijn? Wat denk jij? 4045, welkom in dienst, rang specialisaties. Denk je een beetje daar of zo? Of daar? Wat moet je doen? Je moet even geld ophalen. Wat rand om? Mag je op de 2106 op een offroader? Heb je over nog? 30,59. Ik moet even geld halen. Ik had geld uitgeleend met dividend. Kom in dienst, rangen specialisaties. Ah. Mag jij op de 2107 op een onroader? Mag ik niet koppelen met Jesse? Dat mag zeker. Mag je ook op de 2106 plaatsnemen? Gaat goed, Bart? Oh jee, word je helemaal... Bart? Sorry. Heb je een inzinking? Ja, eigenlijk wel. Oh jee, dat komt van aan dat studeren. Dan word je stiekem gewoon dom. Dat is het, hè? Je denkt, ik word van studeren slim. Ja, nee, Frans maakt me boos, man. Frans? Ja, maar Frans maakt me gewoon boos. Waarom? Ja. Waarom? België is tweetalig, hè? Ja, prachtig Frans. Omdat Frans kak is. Kan jij goed Frans? Kan jij mooi Frans? Kan jij mooi Frans? Kan jij mooi Frans? En je ne comprends pas. Je ne comprends pas? Ay, no. Ay, no. Wat zei nou? C'est pas vraiment bien que tu ne comprends pas la français. Hein. Français est la langue numéro 2 de la Belgique. Oh my god. Et si tu es en France et tu veux acheter une baguette, tu dois parler en français chez la boucherie. Sinon, tu n'as pas des baguettes ou des croissants. Pas de bien. Hallo, jij herhaalt alleen maar wat er staat. Wat je zegt. Une baguette, pour le pain français. Je moet in volk luisteren naar wat ik zeg, Lotte. Je zei iets over een croissant en een baguette. Ja, als je naar Frankrijk gaat, dan moet je Frans kunnen. Hey! Oh! Stel je wilt een baguette kopen. Ja? Snap je? Ja, het klonk wel echt heel aantrekkelijk. Als je een baguette wilt kopen, dan moet je Frans praten. Waardoor je een baguette en een croissant kan kopen. Ik zeg gewoon een baguette. Wow, oh, wow, wow. Good morning, I would like to have een baguette. Hallo, collega. Daisy. Hey. Daisy. Wie is Daisy? Oh, sorry. Het is tijd van de wereld, hè, Lotte. Patty, kom eraan. Patty. Ja, want we moeten die aanhouden. Of we mogen hier gewoon in. Tu. Als het goed is, door met Demi lopen. Dus het zal wel goed zijn. Oh, ja. Yeah. Oei. Oké, we zijn er bijna hoor. Oh jong. Dat ging goed, bij mij ging dat heel fantastisch. Bij mij vloog ik in de lucht jong. Maar maar je moet die engineer dingen moet je in het Frans leren. Oh shit, afslag gemist. Even. Ja. Ja. Ja, maar nee, dat is gewoon... dat hoort bij mijn studiepunten. Ik moet daar voor Frans moet ik studiepunten halen. Oh, oké. 33 tassen ook.
Oké. Okay. Omdat ik ook in het Frans gedeelte van België stage doe. Echt? Dus jij moet veel... Nou, daarom moet ik Frans kunnen. Oh, oké, okay, cool. Ik rij echt... Elke keer als ik op stage moet, rij ik gewoon om daar naartoe te geraken, anderhalf uur, bijna twee uur. Nee, shut up, meen je dat? Ja. Oei, dat is zuur. Oh, wacht, ik moet hier niet heen, ik rij verkeerd. Oh! Hey, Armin! Dan heb ik de politie zeg voor twee. Goedemiddag. Goedemiddag meneer. Heeft u een spannend plekje uitgekozen deze avond? Een spannend plekje? Ja, nogal. Weet u zo? Nou? Een loopbaan voeren, nee, grap. Ja, doe nou maar niet zo stoer. 28,48. Kom maar op met dat geld. Ja, bedankt voor de fijne medewerking en tot de volgende 15, hè? Ja, wat... Wow. Ik heet vanaf nu trouwens Banco. Nee, echt? Lotte. Ja? En als je me nog een keer met deze groep bij een Banco feestje ziet... Je bent de lul. Ja. Ook bij de onderwereld? Sst, dat mag niemand weten. Nee, tuurlijk niet, gek! Lotte. Nee, grap. Nee, tuurlijk niet. Nee, hij heeft een... hij had geld van me geleend. En dat kreeg ik nog terug. Hoe doe ik dat knipplicht uit? Dit is irritant. Bij mij. Oh, nee. Ah, dat knipperlicht... dingen. Pijltjes toetsen. Oh, dat wist ik helemaal Paaltjes. Niet. Oké. Okay. Toets naar beneden. Naar beneden is alarm. Wow, oké, lijp. Dit is weer wat nieuws geleerd. Oké, we moeten even naar de MWB. Graag gedaan. Ik ben gewoon beter dan Rolls. Oh. Wat? Jij was... ik ben een betere mentor dan Rolls. Ja, is dat zo? Nou, leer... Oké, leer maar dingen dan. Betere mentor. Oh, ik word doof. Doof? Doe dat niet. Hoe kan je nou doof worden? Zo, wat een bol. Omdat ik de hele tijd zo van die speedradar... begint de hele tijd. Oh. Die speedradar zat te glitchen, man. Oh. Deze. Aha. Worden we achtervolgd of niet? Beetje. Nee, dat is die mocha. Ja, je bedoelt mijn slaafje. Ik wist niet dat jij into that kind of shit waard, maar aight. Oh, hij is weg. Oké, maar jij, wanneer heb je je examen of tentamen of hoe je dat noemt? Morgen. Morgen? En je bent aan het gamen? Mm-hmm. Oh, Bart. Ik ben letterlijk al vanaf 7 uur aan het studeren, vriendin, dus... Oh, oké, vriend. 7 uur vanochtend? Ik ben al de hele week aan het studeren. Hallo, maar op een gegeven moment is het ook klaar. Dan kan je niet meer in je opnemen, toch? Ja, natuurlijk. Weet je wat goed helpt? Banaantje eten. Kauwgomkauwen? Oh, lief. Bananen eten. Een banaan? Ja, er zit een stofje in banaan wat helpt met concentratie en zo. Ik ben niet echt een banaanfan. Ik ben meer een mandarijntjes fan. Ja? Oh, ik haat mandarijn. Helemaal als er pit in zitten. Staat 7? Elke dag. AMB wordt geschoten. Elke dag twee mandarijntjes. Elke dag twee? En dan nog een appel. Oh. Zwarte RSS waar. En dan nog een mooie, lekkere appel. En wat voor appel vind je lekker? Positief. Ik zoek al wat prio. Gewoon een Pink Ladies, jong. Hier, sponsor door Pink Lady. Ja, dat is lekker. Dat vind ik ook lekker. Dat is mijn lievelingsappel. Maar Jona Gold vind ik ook wel nice. 21.06 beschikbaar. Ja, positief. Ook zijn we 21.03, hè? Yes. Ik ben bijna even in slaap gevallen. Zo, groen, dank u. Maar, oké, morgen toets. Spannend. Laat maar weten hoe het is gegaan. Ja. Ja, ga ik niet doen. Oké. Okay. Wat lach je, rustig. Wat?
Waarom zo serieus? Serieus? Ja, maar Lotte, wat was er gebeurd met die ambulance, die politie aan ambulance? Ja, dat was... Dat jij in de main portal zei, politie aan ambulance. Ja, weet je wat dat was? Dat was, dat kan ik even uitleggen. Ik ben dood. Oh, dat was zo erg. Nee, ik heb normaal, mijn portalknop zat onderste muistoets. Maar die heb ik veranderd, omdat ik de porto nu de Discord heb, toch? Dus ik was gewend om gewoon de onderste knop te drukken. Druk ik die onderste knop in, zit ik in die Discord-porto. Ja, toen ging het een beetje fout. Ja, dat was dat. Ik heb al heel veel succesverhalen met de porto, hè? Dat heb je al gehoord, neem ik aan. Ja, ik heb al gemerkt, ja. Hallo! Ja, ja. Dat is nieuw. Hallo! Hallo! Ja, kom op. Maar aldoende leert men. Yes. Langzamerhand, steeds een beetje beter. Oh, dat ging goed. Er is hier iets aan de hand. Bart, we gaan het gevaar opzoeken, denk ik. Ja, je mag niet aankoppelen, hè? Je weet het terug. Ja, maar ik moet gewoon... Mag ik niet gewoon de AMB? Ik wilde ook niet aankoppelen. Wacht, de laatste keer gewoon rechtdoor. Rechtdoor? Ja, gewoon rechtdoor. Oké. Gewoon rechtdoor, ja. Auw. Oh, godsidori. Hoe krijg je het voor elkaar? Hey, Lotte, ga eens weg, joh. Hallo. Waarom moet ik weg? Ik moet rechtdoor. Dus Steve mag kijken. Ik ga nemen en zit erop geven. Wil je nog steeds rechtdoor? Ik krijg ook. Gaan we deze volgen? Ja? Maar nu niet meer. Yo, ambulance. Ambulance. Hallo. Wie is dit van de ambu? Ik ben Lander weer. Ah, ken ik niet. Ik ook niet. Ben jij Mozanka? Nee, ik ben Wart. Ah, Blue Wart. Jouw stem leek op... Geef dus even de groetjes aan Jente voor mij. Oké. Doei! Hé, hey, jij reed net door rood? 21.07 op een offroader. Dat mag niet, hè? Sorry, maar... Ja, maakt niet uit. Voor deze keer zie ik het door de vinger, maar anders... Volgende keer... We moeten de stad veilig houden. Dat kan niet met die wagen als zoals jullie. Ja... Oh, zie ik nou geen kenteken? Godzidori, oei. En wat... Lotte, wat moeten wij dan doen? Nou, ik denk meneer dat u ons even moet volgen. Doe je ding. Meneer, komt u ons maar even volgen. Tutututututu. Hij gaat toch niet volgen? Of doet hij het wel? Nee, oh. Hij is een RSS, die raad sowieso weg. Nou, hij mag even stilstaan. Een hele goede avond. U mag even uit uw voertuig stappen, meneer. Ik blijf wel lekker zitten. Ik doe wel het raampje open. Ja, het raampje is fijn. Maar het is ook gezellig als u even naar buiten komt. Dan kan ik een hoofd zien. Kan ik wel door het raampje, maar ja, dat is ook zo saai, hè? Kijk, Ja, is ook kool voor jou. Ik heb niemand in het huis aangetroffen. Hoe, Nee, weet u misschien waarom ik u hier al even langs de weg stilzet? Ja, ik denk... Wat is die persoon die was beschoten bij? Door mijn kenteken, die ik niet heb. Ja, hey, goed gegokt. En, ja. Ik moet eerlijk zeggen, uw ramen zijn wel erg donker. Ik weet niet of u het helemaal goed kan zien. Ik ben ook weer een blauwe tegenstand. Ja, dat klopt. Mijn ramen zijn erg donker. Mag ik even uw identiteitsbewijs of rijbewijs zien? Ja. Hey, nou, wat mooi. Stapt u gewoon uit. Dat vind ik aardig. Kijk, ik heb mijn rijbewijs niet bij, maar ik heb hem wel. U heeft wel een rijbewijs, maar niet bij u. Nee, ik heb geen rijbewijs. Heeft u een identiteitsbewijsje dan? Helaas, die heb ik ook niet bij hem. Lotte, weet je wat je dan moet doen? Oh jee. Ja, dan mag ik u fouilleren. Ja. Op welke wet? Op de wet identificatie. Meneer, mag ik u even fouilleren? Ja hoor.
ik zie hier al mijn bewijszakjes. Meneer, ik heb u door. Ja, heb je me door? Helaas. Shit, we moeten snel weg hier. Hij is levensgevaarlijk. Wegwezen. Oh nee! Je wist dit, hè? Zit je met te naaien? Ja. Oh, jongen. Hij speelde wel goed mee. Ja. Die moeten dan. Hij jaalt het een beetje laat door, eerlijk. Ik ja. Hé, collega! Ja. Lotte, je weet toch dat je dat niet mag zeggen zo? Wat? Was dat tegen mij bedoeld? Of? Nee, tegen hem. Ja, nou, die kunnen we niet tegen. Dat mag helemaal niet zeggen, hè. Hoezo? Wie hoor ik? Ik hoor hier iemand. Ja, dat ben ik. Nee, maar dan kon je ook praten. Dus Leo. Of is dat Wart? Wart. Wacht, wie is dat? Wacht, wie is dit? Wordt naast mij zwaar geschoten. Ik weet niet of dat een koppenprio is. Ook met automatisch vuur. Ja, mag ik een kijkje nemen, oké? Ja, ik sta letterlijk naast. Wordt zwaar geschoten. Oeh, zwaar maar geschoten. Ik heb ook camera-auto's, maar ik weet niet of het een koppenprio is. Oké, ik ga even navragen voor je. Oeh, spannend. Oh, maar wat mag niet? 27 status 0. Standby. Dat was recherche. En dus? Ja, dat had ik door. Maar mag ik dan niet zeggen, collega? Dat mag je niet zeggen, nee. Oh, want dan worden ze verraden natuurlijk. Yes. Ik had het tegen jou, hoor. Ah, ja. Sure. 42-27. Niemand herkent dat, toch? 13-16, plaats nemen op een shift naar keuze. Dat is vernomen. Ja, Amy, ik heb al promotie. Surveillant. Ja, niet meer aspirant. Heeft het lang geduurd, man? Ja, veel te lang. Wordt maar op dezelfde datum gestart? Ja, maar weet je, ik zit niet zoveel achter mijn pc'tje. Ja, ik ook niet, maar toch. Blauwe SRT. Ja. Ik denk dat het te maken heeft dat ik, gewoon een beetje problemen heb met de porto. Ja. Nee hoor. Dat is leren, nou jong, dat is leren. Ja, maar heb jij al eerder een politiedienst gedaan? Negatief. In een andere stad of zo? Oh, sorry, wat zei je? In een andere stad heb je ooit wel eens politiewerk gedaan, of niet? Nee. Nooit. Dat is de eerste keer dat ik politie doe. Wat heb je daarvoor eigenlijk altijd gedaan? Ambulance heb ik altijd gedaan. Oh. Ik heb ook een aanbod voor advocatuur gehad. Ja. Maar ik heb die niet aangenomen. Ik ben daar niet op ingegaan omdat ik net bij de politie was gegaan. Aha. Wacht even deze auto ver. Blijft die dan? Meneer, wat doet u? Precies, als ik vragen mag. Nee, ik had de verkeerde vitesse. Allee. Ik had hem in zijn 3 gestoken in plaats van in zijn 1. Oh, versnelling bedoelt u? Ja. Maakt niet uit, u heeft wel een rijbewijs, neem ik aan, toch? Omdat u dat niet weet. Ja hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Oh, u wil me ook graag. Bent... Ja, ik wil hem wel even doen hoor. Oh meneer, ja, ga maar niet op de weg. Ga maar even naar de stoep. Ik ga even achter uw auto parkeren. Ik heb nog nooit gehad dat iemand zo graag zijn ding wil laten zien, maar oké. Okay. Dat is 13-15 dat ik oké vind, dan is ik ook onder zo'n putje gekeurd. Zo zie je het. Oh, Jean-Louis. Wat een prachtige naam, meneer. Ja, dan bel ik. Ik weet maar, ik kan dat niet meer aanpassen, jongen. Not... Nee. Ik kan mijn naam niet meer aanpassen. Maar wilt u dat dan? Kan dat. Masje, ik ga u even opzoeken in het systeem, oké? Okay? Oh, je zou beter mijn auto doen, want anders ga je heel lang moeten zoeken, want mijn naam vind je niet altijd. Doe beter mijn nummerplaat, dan zit je onmiddellijk op mijn naam. Right, oké. Okay. Maar hoezo wil je je naam veranderen? Ik vind het een beetje te lang. Oh, ik vind hem wel mooi. Echt origineel. Ja. Maar mijn naam op Discord is dan weer Jaak. En dat snap je? Oh ja, dat gaat niet helemaal goed. Dat gaat niet goed. Dat moet allemaal gelijk zijn. Dus het moet gewoon weer naar Jaak gaan. Ja, gewoon Jaak. Jaak, Shimkaak? Nee, Jaak de Potter. De Potter? Ja, de Potter. Van Harry Potter. Oh. Ja, okay, meneer. Cool. Dat ziet er inderdaad. Ja, tuurlijk. Ja, hoor. Tot zo, Tally. Lotte. Ja.
Lotte, wil je mij eens een sollicitatiebrief geven voor de politie? Dan kunnen wij gezellig collega's worden. Nou, dan moeten we even de Discord in de gaten houden. Dan kunt u vanzelf solliciteren. Ja, de Discord bedoel ik eigenlijk met de krant, je weet. Ze nemen me nooit aan eigenlijk, weet je. Ze nemen me nooit aan. Maar je moet gewoon een heel erg lange achtergrondverhaal. Schrijven. En veel liefde in stoppen. Maar kan je... Wacht, dit is eigenlijk gewoon een vraag, hè? Dit is gewoon een vraag. Het is niet dat ik het doe. Kan je, als je... ervaring hebt gehad met de onderwereld, nog politie worden? Nee. Zeker wel. Ik maak helaas niet voor dat ik hem in game portal. Dus als ze vragen, heb je ervaringen in de onderwereld gehad? Dan zeg je nee. Dat zeg gewoon nee. Dan zeg je nee. Kunnen ze dat niet checken ofzo? Via de nee, natuurlijk niet. Ze mogen dat niet checken. Nee. Ach, gelukkig. Oké, dan zeg ik gewoon nee. Dus als ik u tegenkom tijdens uw sollicitatie, dan zeg ik dat ik u niet ken van de onderwereld. Maar, jij mag mijn koffertje checken hoor. Oh. Meneer, even voor u, nee, u heeft geen strafblad. U moet alleen voor maar factuurtjes betalen. Ik weet maar meneer, ik heb 30 euro op mijn bank, joh. Dat is niet veel. 14.05 staat het nummer. Snap je? Maar dan moet u hard werken. Yes. Onder of in de bovenwereld. Als je een nieuwe auto koopt, heb je geen geld meer. Zo, is dat uw nieuwe auto? Ja, nice. Mooi hè. Ja, ik ben er wel jaloers op, eerlijk. De enige reden dat ik hem heb gekocht is gewoon goedkoop en ik kan er vooruit en er kan veel in. Ja, dat dacht ik al. U doet zeker iets met tonnetjes. Wat tonnetjes? Wat zijn tonnetjes? Plantjes, meneer. Wat zijn plantjes? Oh, nou, dat weet ik wel. Ik bedoel, Bart, laten we nou niet doen alsof we niet weten wat tonnetjes en plantjes zijn. Sorry hoor, maar dit is gewoon een bedrijfsvoertuig. Ik heb een make-up bedrijf en ik moet ook dingen wel rondbrengen, hè? Oh my god! Kijk, zie je, die eyelashes van jou, die komen van mij, hoor! Oh! Ja, dat dacht ik al. Jean-Louis klinkt ook wel echt als een make-up merk. Ik denk dat dat een undercover naam is voor Jean-Paul Gaultier. Spreek je... Kan, ik heb echt geen flauw idee. Spreek je dat zo uit? Jean-Paul Gaultier, ja. Jean-Louis. Jean, dat is niet mijn echte naam hoor. Ik vind het echt heerlijk hoe jullie dat uitspreken. Dat is de naam van mijn broer. Ha, het origineel. Ja, dat vind ik echt een hele mooie naam. Ik zou, ja echt, als ik kinderen zou krijgen, dan zou ik... Zijn nummer sturen? Nou, dat hoeft nou weer net niet, maar... Ik zal er een nachtje over slapen. Als jij je kinderen zo zou noemen, ze gaan gepest worden, man. Ja, is dat zo? Waar gaan ze? Ze gaan? Ja. Gepest? Hoezo? Ik heb 3 broers in totaal en ze hebben allemaal... Ik heb zelf een dubbele naam, mijn andere 2 broers hebben ook een dubbele naam. Is gepest om die reden bij ons 3. Nee, weet je, kijk, als je wordt gepest moet je gewoon even een stootje op het kopje geven en dan word je niet meer gepest. Zo werkt dat. Altijd als iemand... Of je moet gewoon een mes meenemen. Als iemand mij echt irriteert, ik heb hem gewoon een pet. Ja, daarom. Kijk, dat is... Op de middelbare school, op de lagere school ben ik wel gepest, maar op de middelbare niet meer. Oh. Ik ben gelukkig nooit gepest. Nee, ik ook niet. Oh ja, eerlijk, moet je kijken, ik zie er ook best gevaarlijk uit. Deze ogen had ik al toen ik baby was, dus had ik klein lichaam zulke ogen. Het lijkt wel alsof je pruik op hebt. Wat op heb? Wat? Nee, ik weet niet. Ja, ik denk ook niet dat als ze jou nu nog willen pesten, dat ze problemen willen met de politie, hoor. Nee, daarom. Dan trek ik zo mijn wapen. Die ik nog niet heb, maar bijna. Oh, bijna? Bijna, ja. Is dat jouw begeleider dan? Sorry, nee, wat ze... Ik ben niet haar begeleider. Noem jij toevallig Rick? Ja. Nee. Oh. Nee. Nee hoor, hij is ook niet mijn begeleider. Ik ken de baas wel, ik ken Rick wel. Ik begeleid hem. Ja, Rick of zoiets. Oh. Ja. Oh, mijn deur niet maar in de begin in gang te komen, jongens. Ook al is dat voor je hand en ik. Je had dat beter niet gezegd. Nee, ik ga snel weg. Jongens, fijne avond. Nee, je moet niet weg. Ik vind het wel best gezellig. Willen jullie iets om te drinken? Ik heb enkel chocomel. Nee, ik moet wel even eten. Oh, ik heb toevallig 5 hamburgers. Lekker. Yummy. Lekker cheeseburgertje. Ja hoor, lekker. Kijk, we zitten al wat voller. Ik wil eigenlijk luxe uit eten bij een sterrenrestaurant. Maar ja, hè? We zijn weer in dienst. Altijd hard werken. Ja.
Dat lukt niet, hè? Nee. Betaalt al een beetje goed politie eigenlijk? Dat is voor jou een vraag. Voor mij weet. Voor ons een weet. Oh, ik wist dat je die Allee, Lotte, is het niet tijd om je te vertrekken, denk je? Ja, Jean-Louis, Sjaak, Sjemkaak, fijne avond. Lotte, de meneer die ik niet weet, maar die Lotte begeleidt. Nee, Bart. Ik begeleid hem. Wel, ik zeg het toch? Au! Oh! Ja, sorry, dat stroom niet. Ik kies hem, Had u daar in functie, meneer? Er staat daar een staf van op, hè? En u als politieagent zou dat wel moeten weten. Ja. Lotte, ja? U heeft het recht om te zwijgen, u heeft het recht om een klacht in te dienen, u heeft recht op medische hulp. Met wat kan ik u helpen? Waarom moet zij zwijgen? Ik wil graag dat hij geslagen wordt. Tikkie. Au. Au. Huh? Wat? Double punch? Ai! Nee, ik ga bijna dood. Help! Hey, ja, slagen en verwondingen van ambtenarenfunctie. Oké. Okay. Nou! Nee, Bart, niet doen. Laat hem los. Nee, ik ben geen kakker, alsjeblieft. Jean-Louis, het was leuk en straks. Hoe heet je ook weer? Sjaak. Jean-Paul Cotty. Sjaak Potter. Sjaak Potter. Fijne avond. Fijne dienst. Dank u wel en tot de volgende, hè? Ja, veilig rijden, hè? Ja, u ook. Niet meer lopen kutten, hè? Nee, ja, die versnellingsbak blijft zo. Open die deur, onder G. Sorry collega, sorry. Ho, rustig aan. Dankjewel. Is dat die clown die mijn kind soldaat pest? Iemand vraagt of jij een clown bent. Ik ken clown. Ja. Hey Gerry, dat was ik ook. Oh, dat mag niet, meta. Waarom zou ik eigenlijk clown zijn? Oh, je hebt iemand zijn kindsoldaat gepest. Maar dat is toevallig, want die heb ik ook gepest. Ah, ik denk dat ik weet. Was dat gisteren? Ja, dat was gisteren! Maar nee, serieus, ik was echt wel een beetje geïrriteerd, man. Ja, dat snap ik. Irritantjes. Dan kunnen jullie plaatsnemen op de 13 18. Oh, eergisteren. Dat verdie was. Nee, dat was extra. Oh, ik moet nog steeds naar de AMB. Ja, maar dat ging moeilijk als de politie stond, hè. Daarvoor allemaal. En super veel schild en shit. Daar hebben we hem. Snel weg. Wat is hier aan het handje? Een kapotte auto. Oké, ik moet even de AWB instellen. Ik heb recht. Zijn we om te beschoten, man? Heel R6 met een handwapen. Zit ze er nog achter? Tuurlijk. Jullie koppelprio 1316, 1317 beschikbaar? Ja, precies. Waarom worden we nooit aangestuurd? Ik ja. Ja, geen idee. Als je een bankoverval of zo ziet, of een winkeloverval, mag je dat gewoon zeggen. Hè. Jij ook? Ja, ik moet even knipperen. Ik zie niks. Oh. Maar dat maakt niet uit. Jij moet leren hoe dat dan moet. Hè. Ja, of jij zegt het gewoon, want ik moet de focus op de weg. We kunnen dan ook... Woninginbraak! Nu, moet ik zeggen? Okay. Ja, zeg maar. Wat zeg ik? Staat de safe stone? Ja, staat ja hoor, iemand heeft het al gedaan. Potver. Ja, dat is de ene tussen vijf. Kijk, maar jij zag die ook, hè? Welkom in die strenge specialisaties. Of ben je dood ook? Ik kan niet. Spoed! Noodknop. Ik ga jullie meeslepen. Hassan, jij kan plaatsnemen op de ene. Los op mijn nieuw model. Spoed! Spoed! Wow, een politieauto! Spoed! Hey mevrouw, is dat gewoon mijn auto over? Hallo? Ben je lekker aan het rekken? Oeh, lekker dansen! Ja! 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 Let's work it! Oh, kunt u even die M5 hier bouwen? Yeah! Yeah! Ik mis
Hé, hey, Liz, ik heb medelijden met je. Er is die troll weer. Wat een lawaai. Hi. Nee, jongen. En meneer niet simpen, wieberen. Als je wakker. Zo, de rust is wedekeerd. Mag je op de 13, 19 op de bot? Straks gaat het weer aan, jongen. Succes. Ja, bedankt. Dank je, doei. Ja, Bart, kom op. We moeten hier weg. Dan mag jij ook op de 13, 19 plaats nemen. Wanneer wilt u alstublieft even van mijn motorkap verdwijnen? Het belang van Limburg. Dank u wel, het belang van... Oh, wat doet u nou? Helaas. Meneer? Jan. Meneer? Gewoon rare, jong. Gewoon rare. Meneer, ik waarschuw u niet nog een keer. Dank u wel. Ja, nou nu is het klaar. Komt u maar even hier. Wat een watje. Hey, we repareren hier nog auto's of wat? Oh, sorry mevrouw. Sorry. Oeps. Je hebt die doof gemaakt. Nee joh. Oh, je hebt het dood gemaakt. Dat oh, is het we gaan even snel parkeren. Oh. Jongen. Oh nee, meneer! Het spijt me! Gaat het? Ah, mijn been. Oh jee. Ik zal even een collega roepen, wacht. Totte, dat zat op mijn bodycam. Mevrouw, kunt u niet rijden of zo? Nee, sorry, het spijt me. Hij is dood! Maar ik moet wel zeggen, eerlijk is eerlijk, hij sprong op mijn autootje. Wat kief als je sprong op jouw autootje? Jij redt hem aan. Nee, hij sprong op mijn auto. Toen viel hij. Nee, bullshit. Meneer, u schreeuwt een beetje hard in mijn oor. Ja, dat is de bedoeling. Oh. Holy shit. Hey, die mic met jou. Oh, what the fuck? Lars! Oh, eikel! Oh, what the fuck? Dat was niet voor jou bedoeld, meneer. Dat was. Hey, oh, we lekker dansen. Nee, die kent je niet in slaatje. Schuil. Daar ligt Lars! Oh, blijf je top, dankjewel. Hey, pst. In de auto stappen. Mooie outfit, meneer. Ja, jij ook. Dank je. Dat zal zijn. Hey, ik heb gehoord jij gepest mijn kindsoldaat. Ben jij weer die Chappie? Raden. Chappie, je werd aangepakt door een kindsoldaat. Meneer, ga van mijn auto. Oh, meneer, van mijn auto. Hey, Arend, slaag hem aan. Ja. Wat een irritante man, hè, die met die roze trui. Hey, deze cabaan staat 10, denk ik. Er gebeurt niet veel, dat maakt het 10. Ho. Nee, dat is niet erg, dat is niet naar u bedoeld of zo. Hallo, wat zei jij? Wat? Even terug, ga maar even terugkijken wat je. Heb je bodycam aan? Ja. Oké, ga maar even terugkijken. Welke naam zeg jij? Ik ben gewoon Daisy te tegen, sorry. Lotte. Pijnlijk! Ik krijg hartpijn. Ja, nee, eigenlijk, dat maakt niet uit, want hoe vaak dat je dat tegen mij doet, is wel een warro of zo. Dus. Ja, ik heb daar recht eigenlijk. Oké, je hebt gelijk, sorry, het spijt me. Je hebt het recht. Maar ik had denk ik statistische bieten. Ja, is goed. Moet ik naar die ding? Savakus. Savakus? Gaat dat wel goed? Nee hoor. Wat antwoord, ik voel me uitgesloten. Oh, sorry, ik zit de hele tijd te praten, maar die. Mijn ding, push to talk. Was even shit, sorry. Push to talk dan niet. Nee, ja dat. Ik push to talk, ik pushte de talk wel, maar hij pushte niet. Ja. Snap je? Nee, hij talkte niet dan. Sorry, het spijt me. Ik ga nee, hij push to talk dan niet. Ik ga helemaal nu... laat het. Maakt niet uit. Dat is een vraag voor volgende keer. Yes. Oké, Thijs, ik kijk zo op mijn WhatsApp. Ik ga ook statistien. Je brengt me een goede idee, man. Oei, ik heb toch niets gestart. Even kijken, waar gaan we de auto parkeren? Dat is het beste. Gewoon hier? Wegdoen? Nee, beneden. Oh. Of wacht, nee. Want ik had toch direct. Ga jij nog in de stad blijven? Nee. Dat is dat je maar beneden. Ja, misschien wel, maar niet in dienst, denk ik. Right, als je in de stad blijft, dan zet ik de auto al weg. Dan kan je boven blijven en dan kan je direct uit dienst gaan.
Oh, nee, want ik moet naar binnen, die al die shit uit, weet je wel? Ja, ja, oké, okay, laat maar. Moet ik hem hier weg doen of niet? Ja, zet hem maar beneden weg. Oh, jij bent zo duidelijk. Sorry. Maakt niet uit. Het ging lang goed met het oranje lampje, Nod. Hier wegzetten? Of moet je hem gewoon in de garage? Natuurlijk moet je hem bij een rood paaltje alleen. Nee, maar ik dacht misschien wil je hem gewoon in de garage. Nee. Oh, oké, het spijt me. Zo, kijk weg. Oké, ik zal ons dat niet. Nee, ik zal ons dat niet. Doe jij ons beide? Als je dat wilt, ja. Ja, doe maar graag. Heel koppel 1203 aan status 10. Fijne avond. Fijne avond. Lekker dan, maar. Thanks. Love you. Yeah, I love you too. Bye. Het stinkt. Godsamme, ik rook al een geur. Ik dacht dat het was jij. Stinkdier. Zit hij snel te lief, hè? Oké, even kijken. Ik ga even deze... Hoppa. Oh, wat een rust aan mijn oortjes. Dat is fijn. Wacht, kijk. Ik kan nu Gerry bellen. Oh. Oh nee, wacht. Die ga ik nog niet bellen. Ik moet eerst deze shit wegleggen. Is dat deze? Nee, dat is niet deze. Kijk, nu weet ik ongeveer hoe ik moet gaan. Daar. Kom. Kijk. Was ik zo luid? Nee, je was niet luid? Hoezo? Kijk dat? Nee, dat zei ik niet. Kijk, gratis repairkitje deze dienst. Ook nog. Wat goed. Lot, ik ga even door, want ik ga huizen maar even voor school. Vandaag ga ik lekker slapen. Nog een hele fijne avond. Slaap lekker. Jij ook voor straks. Dankjewel, Marley. Hele fijne avond. Slaap lekker. En tot de volgende. Thijs, ik ga meteen even WhatsApp kijken. Wacht. Ik ga even kijken. Thijs? Slijmbal. Ik vind hem mooi. Dankjewel. Ik heb een fanmail, jongens. Fanmail. Doei, Marty. Uit dienst. Ja, ik ben uit dienst. Ja, ik ga uit dienst. Ik ben al uit dienst. Alleen ik moet nog uitroepen. Ho, wacht even jij. Je moet even wachten. Wacht, alsjeblieft. Kom je even een potje met Fortnite en mij? Nou, dat kunnen we zo wel even doen, Thijs, maar... Even kijken, wachten. Nog niet. Hé, hey, ik heb mijn geld op. Ja, ja, dat heb ik allemaal gehad. Oeps, body punch. Oh, nee! Oh, ik heb mijn outfit niet opgeslagen. Nee, nu ben ik zuur. Het kost me heel veel tijd. Oh, die moet ik niet aan. Oh. Oh, wat een zure zooi. Dit vind ik zo zuur. Oh, wat erg. Dit vind ik echt erg. Dit was zo'n goede auto en nu ben ik kwijt. Heartbroken. Lotte, nog een hele fijne avond. En slaap lekker jij ook. Je bent een prinses op het witte paard. Ik wou een aanzoek doen. Ik wil heel graag verkeer met jou, Lotte. Dat is lief, Marley.
Wacht even. Oh, heb ik je ook weer genoemd? Dat is hard, man. Zo hoor ik geklop. Lekker dan, bro. Hallo, ik wil je bellen. Hallo, hallo. Praat eens. Yo. Hallo, ik belde je. Ja, dat meen je. Ik zat op de pot. Godsidori. Ja, joh. Oeps, pardon. Ik bellen. Neem je niet op ook. Dit heeft alles verpest. Wat doe je nou? Ik heb een mooie outfit, hè? Ja, jij? Hou alsjeblieft op. Nou, dit is ook wel mooi, maar... niet een goede outfit. Met je pisgele broek. Nou, die is mooi, hoor. Dan moeten we maar... oh, hier naar de overkant. Kledingwinkel. Hoezo is Gerry een stinkdier? Ja, ik ruik hem altijd. Kijk hem, gangster! Het is allemaal met auto! Ik wist niet dat dat kon. Oh, mooi dit. Shit, en nu moet ik in top tempo. Dat gaat me lukken. Hé, hey, maar ik ben de kleur wel al beu gezien, man. Gaan we voor een andere kleur weer? Ja, oké, is goed. Wat gaan we doen? Dat weet ik niet. Oh shit, dit gaat weer uren duren, hè? Geel? Geel is leuk. Geel? Ik wil niet op een banaan lijken. Tijd tikt. Watch. Geel, ik wil niet op een banaan. Oeh, doen we zwart? Hoe heet je dat? Oje. Wat zwart? Groen, wat is dit? Groen? Weet ik veel. Jij hebt ook niet veel. Zeg maar. Wat jij wil. Wat ik wil? Wat jij wil? Oké. Orgie. Geel staat je wel goed, eerlijk. Dat is omdat ik zwart ben, hè? En je bent zwart bij bananen passen, hè? Ja. Nee, dat is niet bedoeld, waarom? Die link, jawel, die link legt je. Nee, nee, weet je wat mijn link was? Nou, dan word je nog donkerder door die kleur. Maar dat is goed. Als in mooi bruin. Ja, dit klinkt nu erg. Ik maak het alleen maar erger dan dat het is. Maar ik bedoel het positief. Ja, ja, ja. Ja, ja, je zou bijna niet denken dat... oh, oké, de bril. Wauw, perfect. Oeh, ja! Oké, wacht. Geel. Ik moet ook geel. Wacht. Jassen. Heb ik die geel? Of moeten we een andere kleur doen? We moeten een andere top. Hebben we deze in geel? Oeh, oeh. Dat is oranje, dat is geel. Maar die gele was niet mooi. Doe je school outfit aan. Die heb ik hier niet. Dit? Goeie school outfit. Zo gaat de jeugd naar school. Hoe spreek je Gerry oger uit? Noemt dat oger? Oh, ik dacht dat dat op zijn Frans werd uitgesproken. Oh, zee. Dat je die R niet eens uitsprak. Ik wist niet wat... huh? Ogergeel? Noemt hij echt oger, Marty. Okergeel, mijn god. Oker? Ja, jij zegt oger tegen mij. Is dit geel? Nee. Alles behalve. Nee, ja, maar ik moet in geel zoeken. Ik denk dat we anders... groen is ook wel mooi. Moeten we groen doen? Nou, maar ja, heb ik iets in groen. Ja, je kan toch die trui in groen? Of deze. Dit? Deze heb ik niet in groen. Deze is lelijk.
Hé, hey, Gerry, je bent een echte strijder, een echte soldaat. Is dit Thomas? Nee, even, dit is niet Thomas. Wie zegt dat? Dat zegt, hoe heet het? Marley. Ja, Marley. Hey, Marley, Elias. Je bent een strijder, man. Ben je al in dienst geweest? Wie? Wat gingen we doen? Groen? Nee? Wel groen, hè? Ik weet dat niet. Oké, dan moet ik even een andere... Maar die donkere groen heb ik sowieso niet, denk ik. Man, ik heb nog nooit gezien. Moet ik lichte groen? Nee, die donkere is wel mooi, maar nog nooit gezien of we die hebben. Donkergroene is mooi. Ja, ja, het was 5 minuten geleden zelfs nog. Maar nu even eten. Hey, shots! Fired. We moeten snel weg. Nee, dat kan niet. Moeten we echt snel weg? Oh no, wat doe ik? Oh no, wat doe ik? Maar kijk, jij bent zomers en ik zit in de winter precies. Moeten we in de winter dan? Nee. Kijk, het lijkt net of een festivaletje gepakken. Ja. Hey, dit is leuk. Maar... Met jouw jingle bell oorbellen. Die strik komt er wel weer aan de achterkant bij mij uit. De wat? Die strik. Welke strik? Hier op mijn rug. Oh, oh. Deze. Ja. Vind ik ook. Jingle bell, jingle bell. Hou je bek dicht, want anders zit hij in mijn hoofd. Oké, ik denk dat we een andere... Moeten we niet een zomerstop doen? Oversized polo ga ik aan. Oeh, dit is ook leuk. Wat? Zwart. Wit. Zwart. Ah. Moeten we iets warmer gaan? En dan zitten we precies in GSF nu. Ken je dat? Nee. Groepering? Nee. Nee. Jij bent echt een dude like van Future, ik zweer het. Sorry dat ik niet helemaal up-to-date ben. Maakt niet uit. Moeten we die groen doen? Kijk, deze past wel beter bij jouw shirt. Bij deze? Deze groen. Ja, bij jouw shirt. Kun je niet? Wel, duidelijk. Die andere groen niet. Nou, het kan op zich ook wel. Moet een zwarte broek of lichte broek? Ik weet niet, je hebt zwart. Zwart is mooi, maar licht kan ook. Oh, wacht, een tas. Een tang. Wacht, we moeten terug. Hé, hey, Marty, duurt ook altijd zo lang bij jou? Zo onwetend wat je gaat aandoen. Bij Marty niet, denk ik. Was dat niet bij extra's dat bij jou was, die tassen? Oh, dankjewel, dat moet ik toch zonder jou. Zo, dat weet ik niet. Ik ook niet. Ja, ik kleding uitzoeken. Extra. Oh ja. Maar dan moet ik terug, denk ik. Marty zegt... Ja, ik zie het al. Hoezo, doe jij geen bomma dingetjes aan of schoolmeisje dingen aan? Wat een Louis Vuitton tas? Ja, die is mooi. Smaak. Nee, die is echt lelijk. Echt precies plastic. Plastic. Ai! Kijk. Maar dat is andere kleur. Wel een beetje, hè? Dus dan moeten we voor licht. Difficult. Maar ik weet niet, joh, met groen rondlopen, dan lijk ik net GSF. Wil je dat niet dan? Ik weet niet. Ik wil niet vergelijken waarom mijn groep die ik zelf gewoon overpay. Oké, nou, zeg jij maar de kleur. Maakt mij niet uit. Mij ook niet. Behalve groen. Oké. Ja, maar jij zegt groen vind je mooi, dus we doen groen. Ja, groen is mooi. Nou dan. Bij jou, niet bij mij. Oké, nou, we doen deze tas gewoon en dan in deze kleur. En dan doen we geen... We kunnen ook rood, dat is ook leuk. Rood? Ja. Moet ik deze oversized thing wel aan doen? Ik weet niet. Ja, maar doen waar jij je prettig in voelt. Dat zeg je weer politiek correct voor de stream, hè? Kijk! Ja! Maar ik moet dan ook fel. Nee, wacht. Bordeaux is mooi. Bordeaux? Oké, dan. Bordeaux. Maar ja, dan moet ik die wel... Shit, en nu moet ik mijn outfit wel opslaan. Ja, dat is wel handig.
Wat is Marty toch lief, hè? Precies, jij gunt mij nog een tweede kans. Derde kans inmiddels. Oeh, hij komt. Hij strijkt. Oeps, daar is hij. Ja, je moet je bril nog, hè? Oh ja. Oh, wat is dat ook weer? Gewoon mijn brillen, toch? Nee, de onderbroeken. Oeh, die bril heb ik bijna vergeten, joh. Dat had niet gekund. Sorry. Die grote glazen zo voor je bek. Even kijken hoor. Oh, daar is hij. Zo! Shots. Hey, wie is er zo scheef aan het maaien, man? Gewoon één zo, doe maar rood. Genoeg. Doe maar rood, of niet? Ja, ik ben wel rood, ja. Oké, nou, dan is dit hem. Maar ja, is deze broek wel hard met die sticker? Ik weet niet. Wacht, ik ga mijn outfit even opslaan. En dan ga ik even kijken naar jou. Zo'n scheidding dat ik zo die buik zie. Kun je er niet iets op? Nou, dat maakt het niet uit. Oh, ik weet het al. Ja, die ding eronder. Wacht, dan stop. Dit. Die? Oh, nee. Maar zie, je ziet dat. Die broek al sowieso. Dit zijn allemaal jassen zeker. Wat is dit? Ondertussen slaap ik bijna. Bye. En dan zeg je dat vrouwen sloom zijn, maar dan hebben we Gerdy nog niet meegemaakt. Die is pas sloom. Gewoon omdat het niet mee zit, sorry hè. Maakt niet uit. Ondertussen ga ik even mijn thee inschenken. Hey Tolly! Oh shit. Maar goed. Heeft weer gemorst. Ja. Ja, zwaar. Oepsie. En ik ga stuk om Thanos' reactie. Hallo, ik vind deze broek leuk. En deze broek komt niet uit 1973. Lekker mijn broek vegen. Lekker, dat doe ik altijd. Eigenlijk heb ik geen broek aan. Wat? Ik heb wat is het? Een legging? Hey, deze moet ik aandoen. Antwerpen, Belgium. Ja, dat past bij jou. Ja, dan past hallo, dat daarom is mode, ik... Tally. Ja, Tally. Skinny jeans kunnen niet meer. Zo verleden tijd. En slim fit? Ja, dat kan nog wel. Yes! Maar eigenlijk gewoon helemaal wijd. Nee, man, hou je pek. Oh, pardon. Ik hou mijn mond. Dat kan toch niet, jongen. Helemaal wijd, jongen. Daarom zijn mijn maten altijd uitverkocht. Omdat die kleine meisjes mijn maten kopen. Kleine meisjes? Ja, dat kan. Dat is echt niet normaal hier tegenwoordig. Ik koop het ook altijd van kleine jongetjes. Wat? Oh, Lotte is niet klein, die is 1,80. Gaan we weer. Ik ben niet 1,80. Sowieso wel, 1,81. Nee, echt niet. Hé, hey, dit is echt gay, man. Kijk die zak linksachter bij mij. Oei, gay. Wat? Dat is gay, hè? Ja. Wel een beetje gay is ook oké. Hou je bek. Ik ga het even van close-up bekijken, hoor. Oh, hij is snel aan het veranderen. Tjongejonge. Ja, deze. Dit is mooi. Ja, we passen precies. Nou, eigenlijk niet. Gerry, we passen niet. Weet je waar het fout gaat? Bij mij een rode kleur. Ja, dat is echt zo. Ja, boeit me niet. Nou, mij wel. Ja, dan zit het dwars, hè? Mm-hmm. Welke appa heb je dat je die opslaat? Strand.
rood, bot, geel lampje. Lekker. Ja. Huh? Wow, ik was bijna shocked, meneer. Ik dacht dat het in mijn appartement zat. Oké, okay, sla een nieuwe outfit op. Rood. Rood. Dat weet ik precies. Oh, rood. De, kom op. Vest. Hoezo heb je weer een appa? Deze had ik altijd. Ik heb hem nooit veranderd. Of nu al van niet weggedaan. Kijk eens! Je hebt die appa toch gekocht? Ja. Oké. Okay. Had ze flats, nog anderhalve ton. Hoe? Anderhalve ton volgens mij. Oha. Duur. Hé, hey, galoef. Gekocht voor meer hoor. Ja. Mm-hmm. Ja. Nee, die had je verkocht toch? Nee, die heb ik niet verkocht. Ik heb deze gewoon gehouden. Maar wat hoorde dit? Je ging Fortnite of wat? Nou, misschien wel. Heel even een paar potjes. Ik heb ook wel meer zin in, denk ik. Moeten we dan eerst dailies doen of niet? Ja, ja. Dan, je moet geld maken. Ja, da. En ik ook. Jij ook, ja. Precies. Ik heb vandaag maar... Ik heb niet eens een milli verdiend vandaag. Dat is echt slecht. Oh, en hoe lang heb je gegamed? Gegamed? Nou, ik ben in de stad gekomen, ik heb die auto verkocht, ik ben uit de stad gegaan. Oh, dus je hebt niet eens zo lang gezeten? Nee. Is goed, Marty, gezellig. Marty doet mee. Mensen PM'en mee. Wie? Marty. Oh, moet ik er twee gaan carryen? Oh, doe nou niet zo stoer! Ja, doei. Daar grap je. Kom, ik was aan me bij, ben nu niet meer. Hey, Liz. Interessant. Liz, toch, was het? Wat? Zou je me... Liz was het toch of niet? Ja, Liz de Bobvrees. Zou je me misschien kunnen helpen met de auto? Oh, hè? Er was toch iemand bezig? Nee, dat was iemand die zat te kloten. De auto is van haar. Ja, ik... Nou, factuur hoeft niet tegenwoordig. Dat is nummer mode. Nee, precies. Galoef wil 1v1 tegen je. Is Ger hier nog altijd? Hey Gerry. Ik ben terug hier. Ja, terug. Antwerpen representen. Hij gaat niet met je aan. Antwerpen? Oh ja, zeg. Ja. De Antwerpen. Dank u wel. Ik zou zeggen, ik moet mijn tas afdoen, maar toch niet. Hé, hey, Arend, zet de shout open. Die is heel... Ja, Arend. Waarom zet je hem hier neer? Rikke, Ruben heeft mij net... Hij wil met je vechten. Hé, hey, Arend. Ik heb gehoord dat je ook stinkt, man. Ik heb gehoord dat je stinkt en kruik het ook. Hey Gerry, er wil iemand 1v1 tegen je. Wie? Galoef? Nee, ik doe geen, ik ga geen 1v1's, man. Oeh, is die shaky, zegt hij. Ik? Future 1-op-1, zegt hij. Wie zit dat? Galoef. Wie is dat? Ja, weet ik niet. Hij wil met je 1-op-1. Mannen willen geshit worden. Oei. Ah ja, we gingen dailies. Ja. Jij loopt altijd te kutten. Pas op, man! Snap je? Zo moet je mensen bang maken. Ja. Ja. Moet je nog leren, hè? Roelof... Je bent altijd poeslief voor iedereen. Roelof Zuiderveen, zeg dat maar. Roelof Zuiderveen. Zegt mij niet heel snel iets voor jou. Dat zegt ons niks. Roelof. Ons niks. Ja, Zuiderveen heb ik wel gepleed, maar... Oh. Zeg me niet echt iets. Daar was ik ook car dealer. Even kijken. Nee jongens, wacht even. Dus Gerry, Marty, Lotte en ik? Ik vind het prima. Leuk team. Marty, Lotte en ik? Wat? Ja, dat zegt Talon. Oh, Talon ook? Ja, Tally wil ook. Hai. Nee, dat geloof ik niet. Waarom durf je niet, bro? Zegt die Galoef. Of eigenlijk Roelof. Want wie is het nou? Ik weet het niet meer. Maar ik ken hem helemaal niet. Mensen die ik niet ken, wil ik ook niet kennen, snap je? Hallo, ik wil wel 1v1 hoor. Kom erop. Wie tegen mij? Nee, tegen Galoef. Die naam kan ik echt niet serieus nemen, man.
Hallo. Tally heeft een spraakcomputer, hij kan niet praten. Oh, dat moeten we niet hebben. Dan mag je helaas niet meedoen, Talon. Nee, dat zijn de regels. Ja. Dat is gemaakt door mijn moderator. Ja, zo echt zo'n mongo, zo'n ouwe. Ja, een ouwe. Ouwe man wel. Ja. Het is wel altijd vroeg gaat slapen, zo kindjes bedtijd. Hallo, hij moet om 3 uur op. Ja, dan moet je er niet bij vertellen, man. Oh, sorry. Sorry. Voeg toe. Tijn Kaastengel. Wie? Galoef. Of Tijn. Ja, of en Roelof. Roelof, dan Tijn en dan dit Galoef. En dan dat. Voeg mij maar toe. Ja, time-out, Gerry Lijpen. Zo, dat is een lange time-out. Waarom time-out die mij voor een dag? Hey, ik heb echt geen zin om hier... Waar ga je nou heen? Ja, ik ben verkeerd gereden. Oh. Ik kan letten was op de chat, maar ik heb geen zin om... Ja, wat. Hé, hey, dat mag niet. Welk? Dat zag ik niet. Ik kon net zeggen, wat mag niet? Ik heb niks gezien. Mijn Epic is Nederlands naam, of je doet even uitroepteken Epic in de chat. Ja, dan is het ook nog altijd een Nederlands naam. Ja, maar... ja. Sorry, ik ben tegen mij. ZMP. Ja, man. Hoeveel kost deze? 7 miljoen, man. Is exclusief M3. Nee, ja. M3 met M5 pakket erop. Serieus? Ja. Jij lult, of niet? Hij is een M5. Godsamme! Ik volg jou, hè? Van mijn apropos af, ja. Ja, ik ook. Oké, ik hoop op maar die... Maar meneer, 7 miljoen is wel gewoon een goede deal, man. Ja, zie ik eruit als ik 7 miljoen heb. Ja, eigenlijk wel. Zie ik eruit alsof ik 7 miljoen heb. Lotte, kom zondag ook bij mij optreden kijken, want ik ga zondag optreden, Lotte. Ik heb een kaartje voor jou gekocht, maar ik heb... Oh, die ogen, wat? Even kort. Ik met M3 af. Daar heb ik iets ingeschreven, mag je adres op de kaart om te sturen. Nou, Marley, ik kan je mijn adres helaas niet geven. Oh, zou ik weer niks te doen. Marley vroeg om mijn adres, om zijn kaartje op te sturen. Wie? Jouw adres? Ja. Ik zou mijn adres gelijk geven. Ja, hè? Dan kan hij je kaartje... Dan kan die ook ineens meekomen met die kaart. Ja, dat denk ik ook, ja. En hij niet alleen. Hier. Oh. Je gaat deze kant eerst helemaal doen en dan ineens weer naar de andere kant en... Sorry. Oh, deze trui is vervelend, man. Hoezo? Als ik zo ga richten, dan zie ik linksboven helemaal mijn trui. Vervelend, man. Ja, dat is vervelend. Even kijken, maar zeg ja, tegen Gerry... Wacht, Gerry. Tranquilo? Gang, Zuiderveen? Ja. Ja, tranquilo ging, ja. Rule of Rebels, dat is zijn naam. Rule of Rebels. Jersey, thanks for the Shelby, follow. Nee, Shelby niet. Shelty? Hé, hey, noob. Ja. Zeelandstraat, ja. Ik zeg u heel eerlijk, ik snap wat hij bedoelt, alleen ik weet niet zelf persoonlijk wie gelijk Rule of is. Oké. Maar ik herken hem wel. Marley, ik woon op de Zeelandstraat 123. En ik heb 1 april laan 2.0. Nice! Ik ook bijna. Daar woon ik dicht in de buurt. Oh. Oh. Maar ja, jij hebt de dailies nodig, ik niet, snap je? Bro, heb je geheugenverlies? Dat vraagt hij. Wat? Bijna 5k! Yay! Wow. Kom Fortnite af. Mongo straat. En, geheugenverlies. Oh. Ik weet niet, man. Stuur mij een PM, misschien... Oh! When I see you again... Oh, wacht! Ik ben nu al buiten adem. Ik kan niet meer rennen. Oké, nog gegymd. Cool. Ja, Ronnie, ik heb zeker nog gegymd. Maat. Waar is al je geld? Ik ben zo beu, man. Oh, hoe kan dat nou? Je hebt maximaal 1 keer gegymd.
Ja, jongen, ik ben gisteren gegaan toch, na mijn stage, na 6 uur. Ja? Ik denk, ik ga mij snel even opfrissen, heel mijn zwarte hoofd even opfrissen. Ja? Zwarte hoofd, niet racistisch bedoeld, maar gewoon van mechanieker, ja. Ja. Dus ik ga me opfrissen, dit, dat. Ik ga naar gym. Tering druk! Ja. Ik heb 5 oefeningen gedaan en ik ben weggegaan. Nou, dat is... Alles heel tijd vol. 5? Dat vind ik al goed. Ik had er vanochtend 3 gedaan. Oei. 3 compound. Ja, nee, 3 compound. Ik was helemaal dood. Compound, wat is dat? Compound, dat betekent zeg maar... dat je meerdere spieren pakt in 1 oefening. Dus je... Full body. Nee. Wel focus op legs. Glutes. Maar je pakt zeg maar meerdere niet... Meerdere spieren, maar dan wel gewoon op de kont gefocust, ja toch? Ja, het moeilijk uit te leggen. Sorry, logica, nee. Nee. Ja. Oh, wacht, ik hoor niet. Marty! En ik sprak ook nog. Dit is zo hard. Oh, ik hoor je weer. Oh, wat lekker rustig. Wow, ik deze was mee aan het zingen. Oh, nou ja, dat hoorde je niet. Jawel, je hoorde mij soms heel vals uit de bocht vliegen. Nee, niet gewoon. Ja, jij hoorde dat misschien niet, maar ik hoorde mezelf wel op de stream. Ik was te gefocust op Thijs die weg. Op de glutes. Ja, dat. Ik kom werken, ga ik gewoon random opzetten. Nou, dan word ik gek, bro. Doei Thijsie, fijne avond. En hoe gaat het? Met mij gaat het goed, Nick. Hoe gaat het met jou? Bedankt voor het compliment. En je gaat naar gym. Laat is je... Galoef, je weet mijn progressie niet, want je weet niet waar ik startte. Maar ik kan je vertellen, die hoef je niet te zien. Hij is fantastisch. Al zeg ik het zelf. Wie, wauw? Wie is fantastisch? Ik? Ik kan niet verder in details treden. Lotte! Wat is dit nou? Hoe? Wat zit jij nou op te zetten? Ik? Ja? Of was jij dat wat? Niet? Dat was jij. Patat. Wat? Waarom kan ik patat? Weer niet? Patat? Zeg je dat nou echt? Do you think we'll come of then? I don't like the looks of it. Hey, deze is ook heerlijk. Hey, ik wou niet 1v1 in Fortnite. Ik wou 1v1 in GTA. Marty, ik heb die film ook nog niet gezien. Ik wel. Hey, misschien is dat eens leuk. Wat? Wat? Streamavond. Dan een filmavond. Stream je gewoon een film. Ja, dat is hetzelfde. Stream, ja. Je streamt iemand met Nitro streamt gewoon die film en dan gaat iedereen lekker choppen. Ja, dat kan, maar dat mag ik niet livestreamen, denk ik. Ja, dat boeit me toch niet? Ja, oké, dan moet dat in Discord. Hé? Hey? Ja, dat kan. Wat? De zon komt op. Communityavond in plaats van live. Ja, dat kan. Ik vind dat helemaal prima. Waar is mijn geld? Ik wil aandeel. Aandeel? Ja, dan. Ik heb jou een goede idee hier gebracht, hè. Oké, ja. Nou, ik zal even wat overmaken. Wacht, dan moet ik allemaal even instellen. Doe wel real life, want dan kan ik Bami halen. Real life voor Bami? Ja, Bami echt goeie, man. Vind je Bami goed? Heb ik al lang niet gegeten, trouwens. Maat, ik eet dat bijna 3 keer per week, man. 3 keer per week Bami? Ja, man. Echt niet goed, eigenlijk. Maar ik ben echt verslaafd.
Wow. Maar dat is toch zo, kijk, ik ga middag toch altijd buiten eten. Ja. Echt slecht eigenlijk. Maar dat is het enige wat zo nog acceptabel is qua prijs en je maakt toch gewoon helemaal veel, snap je? McDonald's is zo, dan moet je al 15 euro uitgeven voordat je iets of wat gevuld bent. Dat is 6,5 voor studentenmenu. Ja, kebab en zo, ja, dat is ook 15 euro tegenwoordig. Maar waarom eet je buiten de deur dan? Ja, waarom niet? Ik ga toch geen boterham of iets meepakken of zelf preppen, iets. Heb ik toch geen zin in, man. Oh, oké. Okay. Nou ja. Wat moet ik maken? Moet ik zoals jouw shakes en zo beginnen maken voor op school? Ja, dat kan. Ik nam vroeger zelf altijd salade mee of zo. Nou, salade ben je gek. Maar sowieso, vrouwen zijn er anders in dan mannen, denk ik. Ja, nou niet alle vrouwen hoor. Ja, nee, dat bedoel ik, maar ja. Volgens mij wel een andere mindset hoor. Nee, dat is niet waar. Ik denk dat mannen zelfs een makkelijker zo kunnen denken dan vrouwen. Vrouwen leggen alles overal een beetje emotie achter of gevoel. En mannen zijn gewoon heel simpel. Ja, gewoon heel simpel. Gewoon snel tevreden. Ik moet een vrouw vinden die dat voor mij maakt. Zo. Dat is het beste, joh. Ik werk dan wel, hè. Oh ja, oké, dan kan het, dan kan het. Anders kan je lang zoeken, denk ik. Wat? Mannen zijn extreem simpel, ja. Nou, dat is echt zo. Mannen zijn echt extreem simpel. Ja, joh. Oh, Talon is natuurlijk, tuurlijk is Talon niet simpel. Dat kan hem niet anders. Talon, je bent de simpelste die ik ooit heb ontmoet. Hoe bedoel ik? Ik ook. Ik gaf je een knuffel en je was al stunt. Emotional damage, oh ja. Even kijken, waar wil je afspreken? Galoef wil afspreken in de stad. Zeg maar Galoef, het maakt mij niet uit. Meta, hm? Mannen zijn simpel, zie je? Mannen zijn simpel. Kijk, simpel, je kan simpel zijn, maar je kan simpel tevreden zijn. Dat is anders, hè? Je kan simpel zijn... Oh, stop! Oei, wat is dat hier? Hey, maat, één kant van de weg afzetten was niet genoeg. Wat is er? Eén kant van de afzetting. Ik ook. Nou ja, alles is helemaal afgezet, ja. Binnen en buiten. Ja, ze waren overal hier. Ja, maar je kon ook gewoon afzetten bij die perkje, hè. Zo, bij de perkje zo. Nee, man. Perkje? Dan, kijk, jullie moeten denken zoals de echte ANWB'ers. Jullie moeten het mooi afzetten dat er nog weg, wel de rijstroken nog wel vrij zijn, snap je? Dat het verkeer nog wel door kan. ANWB, dit heeft de ANWB afgezet, niet ik. ANWB, slecht werk. Ik ben een uur aan weer geweest en ik weet het beter, hè, meneer? Oh, oké. Okay. Dat is leuk. Dus, wat gaan we daaraan doen? Ik ben langer dan een uur aan weer geweest. Ja. Ja, dat zegt meer over u dan over mij, hè? Dat klopt. Ja. Wie zit daar binnen? Weet je dat? Yo, geen idee. Afkappen deze shit! Ik wil die horen. Wacht. Ja. Meneer Ramebeer, weet jij wie daar binnen zit? Binnen? Ja. Waar binnen? Daar, Zijn dat bekendere namen? Ja. Ik weet niet, man. Jammer. Moet je niet aan mij vragen. Wie? Jalisco. Dat geloof ik niet. Nee, weet ik ook niet. Ja, we gingen Jalisco was, dan stond dat hier helemaal vol. Ja. En ik sloeg letterlijk iemand met Michel in de gezicht. Maar dat ging niet. Ik praat wel met respect, niet met Picky. Oh, succes. Nee, ik denk wel 3 of 4 misschien, Tally. Ja. Wat gaan we doen? Fortnite. Ja, ik vind het prima. Fortnite, Belmes. Kijk, nu hoef je me niet af te zetten bij HB. Nu kan het gewoon bij een ding waar ik mijn auto kan pakken. Dan gaan we je bij HB afzetten. Want anders ben je eerder dood dan dat je in dienst kan. Ja hoor, ik ga nooit in die dood. Ik ben... Nooit in dienst, klopt. Nooit in... Echt wel, ik ben net nog in dienst. En ik ga nooit dood. Oh, dit kan niet. Want dat kan niet. Kan zeker wel. Gaan we eventjes kijken of mensen misschien interesse hebben. Nee, ik ga hier niet op in. En hey, goeiedag. Hallo. Hey! Mag ik vragen wat uw naam is? Hallo, ik mijn naam is Lotte. Lotte? Ja. Wat doet u voor werk in de stad? Ik, ja, dat weet u goed.
Ja, dat heb ik van Thomas gehoord. Oh ja, Thomas is mijn maat. En dat je in de verkeerreporter zei, ja, politie en ambulance, dat heb ik ook gehoord. Ja, dat klopt ook. Meneer, loopt u me nou gewoon te exposen? Nee. Oh, oké, want ik wil graag... Mag ik een tik geven? Ik wil graag mijn eer hoog houden. Ja, we hebben een paar vraagjes voor u. Mogen wij dat op ons nieuws zetten? Ja, tuurlijk. Waar kan ik dat nieuws vinden dan? Het nieuws vindt u in de gemeente-app. Oh, het belangrijkste. Een kanaaltje met de dagelijkse krant die langskomt. En de voorpagina nieuws. Cameraman in opleiding, dat zie ik. U had nog niet echt goed de camera recht. Wilt u wel mijn goede kant filmen? Kijk, de linkerkant is beter. Ja, stel ook voor dat hij iets verder naar achter loopt nog. Ja. Dan ga ik iets meer zo staan. Maar. Ja, niet echt een close-up. Vindt u het verder helemaal oké als wij u interviewen? Ja, dat mag wel. Wel de beste kant, hè? Geen fouten. Ja. Oké. Dus ik kom niet op de camera, hè? Wat vindt u nou van de criminaliteit in de stad? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel mee vind vallen. Ik heb nergens last van. Nee? Nee, het is fantastisch hier. Dat is mooi. Wat vindt u daarvan, man? Ik vind, als ik toch even een beetje rond het water kijk, dan zie ik heel veel bootjes. Ja. Het stinkt overal een beetje naar dingen waarnaar het niet hoort te ruiken. Dat vind ik toch wel... Wat denkt u daarvan? Opvallend. Stinken, ja. Ja, ik weet niet wat je precies bedoelt met stank. Vis of... Nee, vuilnis. Eerder bladeren. Oh, Een geur waar hij een beetje... Zeg maar. Oh, you mean like... Je ziet een beetje afval liggen in die straat. Cocaine. Ja, nou weet je, ik moet eerlijk zeggen, ik kom alleen in de dure straten. Dus ik heb er zelf niet echt last van. En wat vindt u... Vindt u het goed wat de politie daar tot nu toe aan doet? En de marechaussee? Tuurlijk. Wij zijn altijd zeer actief bezig op de straat. En we pakken die boeven altijd aan. Dat is mooi. Hoe vindt u het vuurwapengebruik? Wat denkt u daarvan? Nou, ik heb vernomen recentelijk dat er veel wordt gecheat met vuurwapens en zo. Dus Ja, ik snap het. Dus vuurwerkgebruik, ja, zuur. Maar ook de politie staat daarvoor om die mensen allemaal te pakken. Wapens af te pakken en de vuurwapens te verminderen. Denkt u dat de vuurwapens die de politie gebruikt, denkt u dat dat helemaal perfect gaat? Oké is, dat het zo door moet gaan? Hoe bedoelt u dat? Qua DSI, qua AT, in de marechaussee zitten volgens mij ook wapens. Dus u weet niet wat dat betekent allemaal, meneer. Het is echt NPC van de stad. Ik moet wel eerlijk zeggen. Die knippen we eruit. Ja, die knippen we eruit. Dat moet niet op camera. Nee, even nogmaals. Herhaal je vraag is, wat vind ik van het vuurwapengebruik bij mijn overige collega's? De politie gebruikt ook veel automatische wapens, pistolen. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, fantastisch. We moeten zo door blijven gaan. U het goed dat de politie zo tegen de criminelen strijdt? Ja, meer geweld. Ja. Houd de mannetjes klein. Precies. En de vrouwen groot zeker? Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Zie maar dat jij niet te hoog gaat vliegen. Zie je gelijk. Hey, wil je niet zo naar mijn zieke rug kijken? Gerry de Rizzer. Gerry de Rizzer? Ik vlieg bijna weg. En als ik nu vraag over de grensposten en zo, grenscontroles. Ja. Weet je, de dingen in die richting. Ja. Ja, nu is het afgelopen. Wat zegt u? Nu is het afgelopen. Nu is het afgelopen. Beurt, dat wil ik horen. Dominantie. Mevrouw, we gingen nog 1-1, hè? Hé, wat doet u hier? Nee, we gingen nog 1-1. Kom op. Hoe weet u... Hoe weet u dat ik hier ben? Vriendinnen, je weet toch? Je weet toch, Friedman, die man is vervelend. Hé, die man zit voor niks. Hij is onschuldig. Hé, Friedman. SNH, man. Friedman, boven. Hé, Friedman, toch? Oké. Grenzen in de lucht. Way is the nation. We moeten verder met het interview. We moeten verder, jongens. Jullie allemaal even een beetje afstand houden? Ja, grenscontrole. Wat was dat ook weer? Wat was je vraag? Dat de marechaussee controleert op de grensposten, op de snelwegen. Ja, wat is dat weer? Vindt u dat die er vaker moeten zijn? Vindt u dat die moeten verdwijnen? Vindt u dat dat te gevaarlijk is? Nee, is niet gevaarlijk. Gewoon controleren. En vaker, ja, mag. Weet ik niet. Ik weet niet precies de activiteiten. Ja, ze staan er niet echt op reguliere tijden. Maar die, En wat zijn niet reguliere tijden? Nou, gewoon wanneer het uitkomt, zeg maar. Ja, dat is toch mooi? Stonden ze er.
Ja, maar dat is toch goed? Nou, op zich, onverwachts vind ik ook beter. Ja, ik zie daar iemand protesteren. Ik wil graag zijn opinie zo meteen ook nog even weten. Nou, even kop dicht. Maar goed, u vindt dus dat onverwachts en meer. Protesteren. Ja, dat. Nou, meer weet ik niet per se, maar onverwachts is wel goed, ja. Ja, precies. Heel erg bedankt. Nou, alsjeblieft. En ik zie de clip wel verschijnen, hè? Wat zeg je weer? Dat komt helemaal goed. Oké, fijne avond, hè? Oké, fijne avond. Doei. Ik zie hier één meneer lopen. Meneer met het grote hallo. Hé, Gerry, waarom zit jij mij te naaien? Misschien. Hoe? Jij zit mij te naaien altijd. Zit je me nou te naaien? Ja. Ik zeggen letterlijk of figuurlijk, maar het is allebei van toch. Waarvoor protesteert u? Maar dus. Yo. Wat doet hij nou weer stoer, hè? Wat moeten we hiermee? Nee. Wat moeten we hier? Je kent me nog wel, maar. Nee. Oh, waar, dat over. Waarvan minder? Je kent me 100%. Tarkilotijnen, Shelty, ja, Helmers. Dat weet ik. Ja, hij heeft een beetje last van zijn geheugen, hoor. Maar hij is niet. Hey, hoeveel jonk slaap je per dag? Hè? Nou, een stuk of 10. Daarom weet hij het niet meer. Oh. Ik rook niet. Ik doe geen drugs. Ik doe niet aan alcohol. Ik ben een perfecte schoonzoon. Je doet aan pillen. Nee, ik doe niks. Hij tikt pilletjes dagelijks. Oh. Alsof het paracetamolletjes zijn. Water. Ik ga naar de gym. Hij drinkt geen water. Hij drinkt alleen maar Red Bull. Hey, dat is ook een even juist, hè? Ik lieg niet. Vandaag gaat 2 liter water op. Zo. Mensen worden in elkaar geslagen. Ja, het is hier veel geweld. Het gaat fout. Oh jee. Oh shit. Er staat Roos daar. Pak de interviewers. Zie ik allemaal. Oeh, wat is dit? Zie deze. Wat hè? Zie deze? Zie deze. Zie deze. Welke deze? Hierboven je domme Nederlandse naam. Hé, dat is niet aardig. Doe eens even normaal, joh. Hé, Roos. Rustig, joh. Zij lekker met je. Ik wil eigenlijk een grapje maken, maar. Dat kan niet echt, dat is misschien een beetje ongepast. Oh, doe maar niet, kijk uit. Zal je dan nog leven? Oh, die. Oh. Hey, Mark. Even kijken, nou, bezig, bro? Nee, ik ben misselijk, ik heb koppijn. Ga je niet meer voor? Nee, die help. Dit is de. Ik kom, dit is. Ik moet even die stinkauto op slot zetten. Oké, okay, gaan we. Wat ga jij doen? Blijf jij hier? Niek. Hey Hassan, stop met die kleine kindjes te pesten, jongen. Oh, wat een geweld hier. Oh nee. Hey, wie slaan? Pussy boy. Dit loopt helemaal uit de hand. Hey Bomboklad, verkoop je die RSS? 15 miljoen. Met mij gaat het goed, hoe gaat het met jou? Ik denk dat ik lekker door zat uit ga, jongens. Hoor je dat? Hij wil 15 miljoen voor zijn wakkie. 15? Waarom zoveel? Hé, wat doe je? Staan blijven. Oh! Hé! Ik ga geen roelof slaan, bro. Helemaal barkie. Deze man! Zag je? Nou, goed. Heb je wat? Dit ging erg snel. What the fuck? Aina. Heb je die A4 weer? Kun je rustig gaan, hè? Oh my god. Nou, klaar. Mijn broer. Hey, meneer. Man op de Afrikaat heeft net iemand gestoken. Het is klaar. Wat klaar? Deze man? Vaya gegaan, neef. Dood. Einde verhaal. Jammer. Lotte, kom. Als jij nou ook een wapen bij je had, dan had je hem kunnen. Wat, ik? Ja. Ben je gek? Had je dat mes kunnen afpakken? Ja, had je toch dat mes kunnen afpakken? Ga ik toch niet doen, man. Dat is de goeie. Join. Kom. Ja.
in één keer uit het niets, hè, werd hij doodgestoken. Ja, maar dat is niet normaal. Is niet normaal, hè, meneer. Is niet normaal. Niet normaal. Nee. Oh, ik maak weg. Doei. Wat zit jij te wachten? Tot ze achter je aankomen of zo? Even wachten. Wie? Politie? Ja, man. Oké, man. Altijd. Oké, man. Altijd, zo. Altijd. En wist je niet meer wie die gast was? Nee. Hoe moet ik hem herkennen? Ja, weet ik veel. Hij kon jou wel. Kon jou wel? Ja, hij kon jou wel, toch? Doen ze dat zo, ja? Kon jou wel. Hij kon jou wel. Dat is gewoon. Hoe zeggen jullie dat dan? Kende je hem nog wel of zo? Nee, hij. Hem? Hij? Is toch wel? Hij kon jou wel. Hij wist wie jij was, zeg maar zo. Nee, wel, ik weet niet meer. Hij zegt doei doei met die man. Oh, dat heb je wel eens. Oké, okay, blijf jij in de stad? Ik ben een beetje aan het rondkijken, joh. Oké. Okay. Misschien valt er nog wat te doen, hè. Wat valt er te doen? Is even rondkijken. Oké. Okay. Ga jij maar even rondkijken, dan ga ik even op mijn mobiel. Oh. Je bent ook saai. Sorry. Vertel dan even, wat heb jij vandaag gedaan, Eddy? School. De hele dag? Van 8 tot 4:15. Kwart na 4. Kwart over 4, ook hetzelfde. Maar... Ja, dankjewel, dankjewel. Ideaal schoonzoon, je moet het wel goed zeggen. Ja, ja, ja. Hoe dat dan? Hé! Hey. Hoe is hij dood? Ja, ik weet het, door deze! Door deze! Nee, niet door hem. Door je maat, door hem. Door zijn mat, ja. Door hem, deze. Door wie? Deze man, of niet? Door nee, 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 nee. Nee. Je bevindt je op een gevaarlijk terrein. Maar ik zie die man ook niet liggen nu, hoor. Maar als je hem niet slaan, mevrouw. Galoef, fijne avond. Sla hem, alsjeblieft. Sla hem, alsjeblieft. Sla hem, alsjeblieft. Wie? Die ik? Kerel. Die met die witte, ja. Nee, ik ga hem niet slaan. Jawel, sla die Rudolf, alsjeblieft. Oké. Je mag niet vrouwen terugslaan, hè, bro. Oeh, dus ik heb nu een vrijkaartje. Ik ken mijn manieren. Hé, hey, dit is hem, dit is hem. Dit is hem. Wat, dit is hem? Ja. Dit is mijn broer, hè? Oh, welke? Je lekker voor je broer. Oké, dat vind ik dus niet lief. Nee, nee, hij is onaardig, hij is onaardig. Ja. Je bent onaardig. Zou je geen seks gehad vannacht, of... Hé, hey, Gerry. Je bent onaardig, joh. Oh nee, oh nee. Berry. Nu is het klaar. Nu is het Blackberry. Klaar. Blackberry. Blackberry. Hey, 1v1 gewonnen, boys. Hey, je hebt ons de dood ingejaagd zojuist. Hoezo? Dat denk ik zomaar. Een beetje gek. Ik ben toch niet bang van een mesje, ja? Poh. Maar dan willen 1v1 met een mesje, dat hoor ik. Wat hoor ik? Maar dan komen we niet eens met vuisten. Ah, hij is stunt nu. Hé, Roelof. Oh! Oh, hij is niet stunt. Hij beweegt nog. Hey, doe je. Yo! Hé, hé. Yo, zeg dus. Je wou 1v1 toch? Ja, kom. Maar hoezo komt je mattie dan met een mesje? Dus als je het niet redde, had je me gestoken? Nee, 100% niet. Heel eerlijk? Heel eerlijk. Je liegt. Je liegt niet. Gerry, 1-1, Rio. Je liegt. Kom. Waar? Jalla, ik volg. Daar gaan we! Hij gaat me steken, 100%. We gaan het zien, we gaan het zien. Ik ben goed in het oproepen
Ambu. Ja, joh. Ben ik hier wel veilig? Ja, ben ik hier veilig. Oké, okay, ga maar. Met die trui doen, ik zie de helft van mijn trui. Ja, wacht, pas. Ik moet even iets aan houden, man. 2 seconden. Oh. Je zei let's go, toch? Kom. Nee, wel, wacht, 2 seconden. Moet even iets aan houden, man. 2 seconden. Jammer. Zet je... Even kijken horen, dan is het klaar, hè. Nee, niet doen. Zet je auto's op slot, dan. Straks ga je dood. Ik dood. Ik zeg... Heb je me al 1 keer dood zien liggen? Nee. Dat gaat ook niet gebeuren. Waarom doe je dit op slot? Yo, ben ik weer. Ah, oh, bro. Wacht, we gaan even vechten. Wacht even, we moeten... Oh, hey! Hallo! Oh. Eddie. Kom, jalla. Oh my god! Oh my god, sorry. Ja, maakt niet. Niemand heeft iets gezien en hij heeft niet een porta gekauwd. Dus. Niemand kan het weten. Hé, hey, maar was eerlijk toch? Hij heeft lang echt geduurd, man. Ja, echt eerlijke fight. Nee, Marty, je ziet het verkeerd. Ik heb 1 gedaan. En ik was ook bijna dood. Jij? Ja, maat. Je springt eruit, gek. Ja, ik schrok. Kijk, hier, dat bedoel ik. Ik schrok. Ja, maar Lotte die sprong zelf eruit. Ik schrok van jouw agressieve gedrag. Ze dacht, ze gaat nu wat om doe met je? Een echte man. Wat doe ik? Ja, mijn stad of jouw stad gaat draaien of mijn stad gaat draaien. Je rijdt al 3 keer wat? Tegen een muur aan. Kijk, wat doet hij daar? Oh. Voor mij rijd ik gewoon normaal. Ja, nu. Nou, Gerry, jij bent levensgevaarlijk. Ik mag me niet associëren met jou. Hoezo? Dat is gevaarlijk. Hoe? Ik ben mijn leven niet zeker. Leven niet zeker of zelf zeker? Nou, ik ben mijn leven niet zeker. Jij roept gevaar op jou. Ik weet niet. Mannen, wat we 1v1 met jou en zo en ik heb ze eraf gehaald. Hoe bedoel je niet zeker? Ja, oké, dat is waar. Hey, moet je me dankbaar zijn, maar als je me toch niet met mij wil omgaan, nou ja, je hebt je auto bij mij al. Ik heb mijn winst al uit je gemaakt hoor. Daar niet van. Dankjewel, Gerry. Ik ben je heel erg dankbaar. Ja, ik moet even alles uitladen, wacht even. Ja. Dus. Ik voel me helemaal veilig. Ah, dat wil ik hoor. Heel veilig. Het enige kutte is nou? Dat ik dat andere spel wil gaan spelen, alleen ik moet 10 minuten hier blijven. Oh. Oké. Oké. Nou. Volgende. Dit is content, hè? Ja. Ja, dit is content. Dit is content. Ik heb een hater erbij. Oh, maar ik moet wel even naar het ziekenhuis, eigenlijk. Ja, gewoon naar het ziekenhuis, hè? Ik ben bijna dood. Ik moet geen ongeluk krijgen, zeg maar. En wat is bijna? Ja, ik heb een klein streepje. Nog. Zeg maar, ongeveer... 20%, denk ik, of zo? Van de 100. Merci. Ik ga even snel naar een andere auto. Ja. Levensgevaarlijk. 10 HP. Almost dood. Kom op. Oh ja, dat doe je zo. Waarom doet hij nou niet? Oh. 2000 euro ook nog betalen. Jongen, ik blijf lappen. Ja.
We wouden. Ik geloof er niks van. Yes, we zijn weer alive. Mag je overstappen naar het andere bed? Nee. Dan geloof je niet, maar dit was oké, ik geloof je, Galoef. Ik geloof je. Meteen. Godzidori. Kan ik ook de deur uit? Hallo? Hallo? Natuurlijk mag dat, jongen. Wie is dit? Hey, meisje. Wat de kibbe, stop op. Oh, niet meisje. Hey, gedrag, joh. Broer, je noemt daar zelfs een hoer en zo in jouw taaltje. Heel gedrag, joh. Sorry, idioot. Jongen. Ja, toch? 3681, ja toch? Oh, ik kreeg al even 3 weken vakantie op hem. Dankjewel, Gerry. Hey, meisje. Man is niet eens respect voor zijn eigen moeder, man. Nou bedoel je. Hé, meisje. Ja, maar dan moet ik echt bij. Ja, bro. Ja, goeie man. Misschien dat ik het niet juist uitspreek, maar hij noemt jou gewoon een hoer in zijn taaltje. Oh, dankjewel, Gerry. Goed dat ik met alle nationaliteiten omga, hè. Ja, dat is wel... Dat scheelt. Ja. Al de scheldwoorden herken ik, maar de taal niet. Nou ja, dat is wel toevallig. Dat is het belangrijkste, denk ik, toch? We kunnen... Kijk, hè. Deze 10 minuten afwachten, of we kunnen nog eens 10 minuten afwachten en dan achter hem gaan. Dat kan ook. Is dat content, of willen jullie wel de andere? Maar mag ik dat doen? Nee, je mag dat niet doen. Nou dan. Dat doen. Ja, maar ik weet niet of... Ja, je mag er wel niet... Het is wel content. Ja, dat gaan we zo zeggen. Als er problemen worden gemaakt, gaan we het zo zeggen. En wat interesseert jou die politierol? Ja, dat is wel heel je content anders, ja. Ik zal het niet openbaar uitspreken. Dat is hem, of niet? Oh, dit mag niet eens wat je doet, want je gaat mee met onderwereldpraktijk en je bent agent. Goeie. Hallo, daar wist ik niks van. Ik wist niks van dit. Wie zegt dat? Ja, je maat. Wie is mijn maat? Galoef. Ken ik niet, man. Ik ken alleen een Galoef of zo, maar die is bijna 10 minuten geleden vermoord. Ze spreekt niet openbaar uit, maar het interesseert haar geen ene. Wat? Ja, haha. Marty. Dikke cap. Rustig, hè. De waarheid moet niet altijd gezegd worden. Zijn je expres hier stil? Wie zegt dat mijn waarheid klopt? Ik ken Lotte niet. Nee, Marty, wie ben jij? Dan kan je wel zeggen dat je de beste bent, maar dat wil ik nog wel eens zien. Ja. Ik heet eigenlijk Marley. Oh my god. Complottheorie. Oh, dit vind ik enger. Oh shit, denk ik eigenlijk dat ik met Marty praat, maar is het stiekem Marley? Hij zegt eerst vriendelijk doen. En dan meid bij doe je zo. Nou, hoe noemt dat vrouwelijk? Iemand vrouwelijk pesten, hoe noemt dat? Of ja... Ik ben woord... Vrouwelijk pesten. Meer like... Ja. Wat hij net heeft gedaan. Ja, een beetje... Ja, ik zou...
Vrouw on... Ja, vrouw onvriendelijk? Ja, vrouw onvriendelijk. Hé, hey, Marty wil je niet vergelijken met Marley. Gerry, laat mij maar even rijden. Dan moet je goed gaan, dan is het helemaal content. Oké, okay, ik ga goed rijden. En ik... ben je gek. Oh, ga jij rijden? Oké. Okay. Oh, vrouw onvriendelijk. Vrouw onvriendelijk gedrag is via stream. Hij zegt nu een woord met een M-O-G-O-O-L. Oh, sorry. Dit is niet... ja, ja, inderdaad, Marty. Ik wil niet dat je Marley pest. Wat is... Huh? Hij zegt... Oh! Sorry, man. Gelukkig heb ik panzer. Vrouw onvriendelijk gedrag. Het is via stream. Mongol. Mogol. 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 Wie zegt dat? Ja, wie zegt Galoef. Galoef. Jongen, hij weet niet over wat het gaat. Laat hem. Oh, oh, hij weet niet of... Nee, precies. Nee, hij heeft gewoon het deeltje gemist wat er net is gebeurd. En dan ja, gaat hij niet spreken. Is altijd zo. Mensen trekken altijd hun conclusie al gewoon gelijk zonder dat ze weten over wat het gaat. Wat een wijze man is het ook, hè? Dat gaat hier al... Dat is hier future, klaar. Dat is altijd. Dus, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh, kijk hoe druk het hier is. Gelukkig ben ik daar nog meer. Nou. Ik ga stashen, want het is 10 minuten geleden. Lekker dan. Wat ga ik doen? Oké. In mijn dikke kiever. Ah, oké, okay, Gerry. Nee. Hey. Ja hoor. Is dik, hè? Ja, die is mooi, die is mooi. Een gekke kofferbakwaarde of dashboardwaarde. Dat doe je altijd en daarin. Ik ga dat toch niet in een appa leggen. Nu kan ik het er altijd uit trekken en een appa moet ik helemaal heen. Ja. Slim, slim, slim. Oké. Okay, wat gaan we doen? Ja, Fortnite toch? Ja, op mijn god. Wat is dat? We gaan gamen. We gaan het appartement in en dan gaan we lekker op ons computertje gamen. Hoe? Oké, okay, tot zo hè. Ja, ik ga mijn appartement in, wacht. Heb jij hier echt een appartement? Ben je echt een NPC? Oh, ik dacht echt. Hier linksonder een appartement hier. Ik kom. Ik ga ook even naar mijn appartement. Wat? Koprol. Oh ja. Nou, doei. Doei, ik woon hier toevallig. Op nummer 3. Oké, ik doe even die. We gaan even overswitchen naar Fortnite, maar ik ga niet lang. Oh, ben ik morgen lekker vrij, jongens. En ik kan uitslapen. Dat vind ik ook chill. Oh shit, ik heb vast ook een date. Is hij lang? Is hij groot? Of misschien heb ik was, dat doet hij automatisch. Hij is automatisch bij mij. Denk ik. Running Fortnite. Lekker hoor. Oh shit. Oh shit. Een nieuwe vermelding. Ik ben er al. Oké. Okay. Ik ben er. Wat? Ik wist niet dat ik Peter was. Oké, okay, wacht even. Even Marty in de channel joinen en dan ga ik even weg. En dan ben ik zo weer terug.
Where is she? Where is she? Waar is zij dan? Marty, waar ben je? Ik zie je niet. Oeh, hij gaat weer fout. Oh, jij joint mij zo. Oké. Okay. Dan wacht ik. Ik ben zo terug, jongens. Oké, ik ben er. Yo bro. Wat vind je van mijn skin? Prachtig. Ja? Ik vind heel mooi. Ik vind het zelf ook best wel mooi. Heel hip. Ja, hè? Ja, heb je niet de gouden versie? Vast en zeker. Even kijken. Oh nee, kan het? Nee. Dat was zo'n extra Battle Pass toen, volgens mij. Oh nee. Even mijn iPhone ophalen. Oh my god. Zie je mijn gaap of zo? Oh nee, ik moet zelf ook gapen. Ja, oh wat erg hè. Ja, ik ben ook een beetje moe. Ben je morgen om 12 bij mij? Zie. Oké, gezellig. Gezellig. Jij hebt ook altijd lekkere koffie. Dat sowieso. Moet ik nog wat anders halen? Ik ga wel langs de supermarkt. Nee hoor, hoeft niet. Oké. Ik heb je echt al lang niet gezien. Nee, veel te lang. Raar? Dat vind ik echt heel raar. Ja, maar het was ook zeg maar ineens. Omdat het zeg maar eerst van een fase ging dat we elkaar elke week zagen. Minimaal elke week. Naar, ja, precies. Meerdere keren per week. Na gewoon 2 maanden helemaal niet. Wow, dit is space. Maar oké. Okay. Het is wat het is. It is what it is. Zie. Armin zegt nog steeds live. Zeker, Armin. Hey, ik hoor mezelf dubbel bij jou. Oh, wacht. Ik zal even kijken. Is het zo beter? Ja. Ik hoor mezelf ook dubbel. Heb je de stream aan misschien? Nee.
Dit is sowieso wel beter. Moeten we anders even een duootje om in te komen? Ja, dat kan. Oké, Gerry komt toch wel zo. Ja, Gerry heeft slim internet, hè? Ja, ja, precies. Wat heb je? Jij moet mij wel echt mega carryen. Oh, maar dat maakt niet uit. Jij mij. Ik pak er precies niks meer van. Nou, ik heb eigenlijk nooit, ben er nooit goed in geweest. Nou, soms ging het wel goed. Af en toe ging het zeg maar een beetje per ongeluk goed, denk ik. Ja, ja. Dat zal per geweest zijn. Per ongeluk goed, ja, dat is een goeie. Soms ging ja. het per ongeluk een beetje goed. Per ongeluk een beetje. Die hond die komt heel dramatisch bij me liggen op dit moment. Die wil heel graag aandacht, helaas. Helaas. Ik ben nu even aan het gamen. Precies. Wij hebben dus echt een vet grote nieuwe tv. Oh, ik wou zeggen, die zie ik morgen, maar die zie ik morgen niet. Nee. Nee, dan was ik er stond aan het slapen. Ja, dat moeten we niet hebben. Nee, waarschijnlijk maak ik op dit moment al te veel lawaai. Oh, ligt ze nu ook te slapen? Ja. Oh. Ja, ze heeft een hele irritante dienst. Ik moet even kijken... hoe ze dat doet. Maar ze is, moet om 11 uur weg straks. Ja. Yeah. Oh my god. En dan? Ja, en dan is ze om 10 uur thuis. En dan gaat ze in de ochtend ook nog even slapen. Maar we moeten dan dus mijn neefje ophalen om 2:30 of zo. In Beverwijk. Oh ja, ergens. Ja, ja. En dan. Hoe heet het? Ja. Zo heet de school. Oh, oh mooi, mooie school. Ja, ja, ja. De Bever. Ja. zo heet de school. Ja, precies. Ja, de Bever. Mooi. En je zou vast wel hebben. In Nederland. Ja, ja, ja. Ik maar, ga even de titel veranderen. Doe dat. Waar gaan we heen? Maakt niet uit. Doe maar een beetje achteraan. Maar ja, jij moet dan... Ja, moet je hem ophalen. Yeah. Maar dan gaat ze wel mee. Dus dan gaat ze weer om 2 uur wakker worden. En dan gaat... Maar dan moet ze de volgende avond dan weer om 7 uur 's avonds of zo gaan proberen te slapen. Want dan moet ze weer om 3 uur wakker worden of zo. Nou. Meen je dat nou? Maar ze ja. moet toch op een gegeven moment diensten zelf bepalen? Nou, als ze een jaar contract heeft gehad, maar dat is pas in juli. Ja. Yeah. Maar ze heeft wel nu een soort... een verzoek gedaan om 1 dag per week sowieso ook vastvrij te zijn. Oh, dat is wel nice. En dat is weekenddag sowieso, denk ik. Ja, ze wil de zondag eigenlijk. Oh ja, snap ik. Want dan kan je bijvoorbeeld ook op zaterdag misschien wat doen. Ja, ja precies. Als je wil, in plaats van dat we alles altijd 4 maanden van tevoren eigenlijk al moeten plannen. Ja, ja, dat is wel zuur. Maar oké. Ja. Gaat het zien? We shall see, we shall see. Maar voor dan moet je nog even wachten. Ja, maar alleen deze week is gewoon irritante diensten voor haar vooral. Ja, precies. Oh, ja, het is wel vaker toch? Of is het nu gewoon ja, heel extreem? Nou, ze heeft nu gewoon dat ze bijvoorbeeld vanavond dus 11 uur en de volgende dag zou ze eigenlijk dus pas om... om 1 uur weg moeten en zo. Het is ook elke keer net, zeg maar... Nu net een beetje anders elke keer, elke dag. Ja, ja, helemaal ruk dus. En meestal is het wel een paar dagen hetzelfde, maar ja, dat is het nu dus ook niet. Dus ja. Dus ja, bijna collega. Iedereen vindt het helemaal fantastisch, hè? Ja? Ja. Moet zeggen, het klinkt heel erg dat ik het zeg, maar ik had het ook wel een beetje verwacht. Oh! Maar meer, nee, maar meer, omdat ik dus, zeg maar, neem hier van de... collega's dan. Ja, je hebt gewoon een goede indruk achtergelaten. Ja, en ik had gewoon met iedereen, kon ik altijd wel gewoon lachen. En als ik dan eventjes langskwam, even gedachten zeggen, dan vroegen ze dat ook vaak. Ja, precies, ja. Dus toen dacht ik, nou ja, dat op zich. Dat is mooi, want ik heb een hulpje nodig. Zo, ook jouw hulpje. Nee, grapje, bro. Nee, nou, ja, ik moet nou, wel even opnieuw beginnen, hè? Ik heb je wel nodig, dus je moet gewoon vanaf begin tot eind beginnen. Precies, ik moet gewoon weer beginnen met het dossiers aanmaken en cv'tje opvragen. En aflosnotaatje en dossier klaarleggen. Ik ken het nummer,
ken het nummer van Staten nog uit mijn hoofd. Oh ja, jij bent zo extreem. Ja, ik weet het. Hoe heet het? 033-450-9500. Oh. Wordt Martin je collega? Nou Gerry, ik zal je wat vertellen. Martin was mijn collega. Toen ben ik... Toen heeft ze me verlaten. En nu komt ze weer terug. Nou, misschien. Nu kom ik met hangende pootjes weer terug. Ja. Nee. Oh, ik zei tegen haar... Oh, wat is dit? Ja, dat is een drumgun. Is hij niet? Is hij terug? Oh, die ga ik even weer proberen. Oeh, maar dan moet ik een pistool laten voor wat het is. Nou, oké, dan doen we dat. Maar hey, ja, Jan, leuk dat je kijkt. Ja, ik ga het volgende week. Ik ben maandag vrij, dus ik ga het dinsdag even opgooien. Ben je maandag vrij? Ja, joh. Ja, ik ga zondagavond naar een concert, dus ik dacht lekker maandag vrij. Ah, naar wie ga je? En Nio. Ah, daar was je toen al even geleden mee bezig. Ja, klopt, voor die kaartjes. En eindelijk. Ja. Ik ga dan weer volgende week naar zeg maar een heel ander niveau artiest. En dat is? Ex One Direction, Nio Hoor. Oh, nog even barven. Ja, hou je daarvan? Van One Direction? Ja? Nee, niet van One Direction. Oh. Maar even, zijn album vond ik wel leuk, maar ik zou ooit met een vriendin gaan. Ja? Vorig jaar. Of nee, trouwens. Nee, dat voelde vorig jaar, maar dat was het niet. Het was in corona. Oh. Maar dat werd toen gecanceld dus. Ja. Wat is dit? Een gouden ei van een gouden kip? Een golden chicken. Wat moeten we hiermee? Oh. Ik heb geen idee. Pak het. En nu? En dan? Geen idee. Niks. Oh, jij kan ermee vliegen, maar dat is elke kip, toch? Ja, maar deze is misschien speciaal. Geen leerkracht meer, Martin. Nee. Ja, ik heb eigenlijk een beetje uitgelegd wat hoe het zat, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het zat. Ja, ook dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Nou, ik heb het makkelijk gezegd. Weet je wat ik heb gezegd? Vertel. Ik heb gezegd... Zo, en dood is de kip. Ja, ik was even klaar met dat geluid. Nu is het klaar. Ja. Oké. Ik heb gezegd dat je les gaf, maar dat het niet meer mocht. Dat je opleiding voor moest volgen en dat je daar geen zin in had. Ja, op zich wel. Oh, ja, kijk. Ja, het komt in de buurt. Oké. Ik had het graag nog blijven doen. Maar ze deden ook opeens helemaal moeilijk over bepaalde regeltjes. Oh. Bij de HVA. Wow! Je komt door die kip, hé! Lekker dan, kip! Heb je toch nog één? Ik heb een neusje voor goud. Je moet eigenlijk een beetje de andere kant op, wat meer de cirkel in, denk ik. Oh, kijk daarom. Kijk mijn pickaxe. De Gold Digger pickaxe. Oh ja, die heb ik jou even gegeven. Nee, maar ik had wel graag docent willen blijven, maar ze deden opeens een beetje moeilijk over allemaal regeltjes en zo. En dan moest ik ook nog heel lang studeren en toen dacht ik van... geen zin in. En dat wordt er niet. Nee. Dus nu... Maar ik heb wel nog jouw collega, die opeens op magische wijze aan mijn telefoonnummer kwam, heeft een interview via WhatsApp via mij afgenomen. Huh? Wat? Van jou. Van de dossier aanmaken afdeling. Die heel af en toe, denk ik, maar werkt. Ik weet het niet zeker. Misschien werkt het niet lullig, maar... Oh, die werkt niet meer, hoor. Echt niet? Hoe heet ze? Ja, ik kan het wel zeggen. Isabella. Ja, nee, die werkt niet meer, hoor. Echt niet? Nee. Al heel lang niet meer. Wat raar, want hoe komt ze dan naar mijn nummer? Ja, misschien... Ik heb opeens een nummer van een onbekend nummer, zeg maar. Ja? Met, goedemiddag, mevrouw Engbers. En, mensen weten mijn achternaam toch al trouwens. Dus. En, Dat is niet wel erger. Oh. Noob. Oh. Jij bent zo'n noob. Echt hoor. Ik ben echt een noob. Met, mag ik u bij een interview met u afnemen? Zo, ik heb een nummer van vorige werk en zo. Maar... Ja, daar ben ik natuurlijk ook wel heel lang weg. Ja. Dus ja. Ik dacht eigenlijk
dat ze gewoon aan jou had gevraagd of zo van, heb je toevallig haar nummer voor mij of zo? Dat maakt me niet uit, dat is prima. Ja. Maar dan dacht ik dat ze dat gewoon aan iemand had gevraagd. Nee. Maar dat kan dus helemaal niet. Wat is dit? Kom, zit. Wel dit. Nee, Gerry, ik gaf geen lessen aan kleine kinderen. Ik gaf lessen aan... studenten. Aan studenten. Aan mensen die ouder zijn dan dat jij bent, volgens mij. Ja, dat denk ik ook. 18 plus? Ja, 17 plus, denk ik. Oh. En maar Gerry is mentaal wel oud, hoor. Ja, dat wel. Hij is volwassen jongen. Ja. We gaan wel echt, zeg maar, heel ver van de cirkel af. Ja, ik moet een aantal kilometertjes rijden, maar... Oh. Ik denk niet dat hij blij bent als je zegt jongen. Oh. Een hele volwassen man. Ja, ja, van 15. Ja, ja. Oh, mijn oogbal word ik niet goed van. Ja, wat irritant. Heb je ontstoken oog of zo? Nee, ik heb mijn lenzen vervangen, maar... Ik weet niet, ik dacht dat is gewoon beter, maar nieuwe... gewoon droog. Had je harde of zachte lenzen? Altijd zacht. Oh ja. Maar heb je een maand of zo lenzen? Ja. Maar ik heb ze echt gisteren vervangen, want ik had dus al last van mijn linkeroog. Oh ja. Maar ja. Nou, nu van je rechteroog. Ja, het probleem is zich verplaatst. Ja, precies. Dan moet ik ook wel zeggen, ik draag 24/7 bijna lenzen. Dat is ook niet goed. Nee, dat is echt niet best. Ben je wel eens in slaap gevallen met je lens? Ja, ik ook. Oh, dat is echt verschrikkelijk als je dan wakker wordt, hé. Je moet zo'n zwarte bril kopen, pas bij je oudje. Een zwarte bril? Ik heb wel een bril, maar die is niet zwart. Zal ik deze meenemen? Ja. Oeh. Ik ga neem die mee, ik ga niet met die vleugels. Ik vind die vleugels ook een beetje ingewikkeld. Poep. Oké, ik zie geen mensen. We hebben ook, zeg maar, precies... Er zijn nog maar 20 mensen over en we hebben precies niemand gezien. Hmm. Wij doen hard ons best. Weet je, ik moet ook eigenlijk even wat hakken. Zo'n nerdy bril. Ik ben wat geen... is een nerdy bril? Ja, ik weet precies al wat u bedoelt. Gewoon zo'n zwarte... Zo'n dikke met van die shampoo-glazen. Nee, nee, gewoon zo'n zwarte met zo'n zwarte rand. Een beetje vierkant. Oh ja, die had ik vroeger. Nou, vroeger, als in 5 jaar geleden. Ja, ik had er trouwens ook zo één. Ja, maar dat was toen hip. Ik zit even te denken, misschien heb ik die nog wel. Ja, ik heb hem ook nog. Echt zo'n hipsterbril. Ja. Dat is gewoon de fase. En nu heb ik 1 zieke bril. Ik heb ook een nieuwe bril. Maar die heb je al gezien. Ik heb geen nieuwe bril. Maar je hebt hem wel gezien. Alleen op foto. Ja, ja, eerlijk. Ik ga dat nooit in het echt aan doen. Maar hij staat hier gewoon hartstikke leuk. Ja, weet ik. Maar ik vind het gewoon... Ja, weet ik, zeg ik ook nog. Ik weet dat ik echt vet knap ben. Ja, ik weet dat het gewoon goed staat. Maar weet je, ja. Ik kan dat de wereld gewoon niet aandoen. Nee, precies. Dat, ja, dan zien ze me lopen en dan denk ze, godsam, wat is dat nou weer met een mooie brilletje? Ja, precies. Woehoe! Al die aandacht van, oei, voetstappen, ja. Bro, bro, bro. Zo, wat is dit voor poepwapen? Oh yeah! Zo, we hebben de eerste 2 mensen gezien. En gekild. En... Hey, een gouden snipper. Nee, dat is shitting. Oh, dat is zo vreselijk. Oh. Ik ken die wapen niet zo. Nee, dat is... Ja, je kan het proberen, maar die is echt shit. Wat is dit? Een strontwapen. Ik heb liever een... Platoon boy. Groen. Wil de party joinen. Ik zie het. Hier is de man, hoor. De man. De man. Hey, hey mensen. Goed stappen. Hey. Wat een botjes, hè? Wow, dit is echt geen bot. Deze is fucking goed. Ah, mis ik ook nog. Ja, ik wou zeggen. Hij raakt op een echt fijn kogel. Wat gênant. We noemen ze noobs. En vervolgens killen ze ons. Wat gênant. Dat is echt, echt vies. Hé, hey, dit is erg. Dit is erg. Dit is wordt weer een TikTok-flip.
Ja, dit is wel echt triest. Jij zit clippy, ik clip hem wel. Van ha, we echte noobs. Dit is gewoon hartstikke dood. Wij zijn echt heel goed. Fortnite kiddo's onderschat. Ja, dat vooral. Beetje wel. Nou, eerlijk, die eerste liep ook wel echt, of die laatste liep als een noob. Die liep, die eerste liep ook echt als een noob. En vervolgens schiet hij gewoon 5 shotgun kogels in mijn kop. Precies. Maar die eerste was ook een noob, alleen die andere was gewoon de carry. Willen we trio's of squads? Hoe gaan we squads doen dan? Wie gaat nou joinen? Tech turret. Wie is dat? Nou, Tech turret. Ja, ik wil maar joinen. Ik kom eraan. Hey, hallo! Geen squeaker. Padrino. Nee, geen squeaker. Je hebt toch wel... Fingers gekruist. Nee. Open. Als het goed is, heeft hij ook een mic. Kijk, Gerry bedoelt zo'n brilletje, alleen dan zwart. Hé, hey, dat is af, joh. Dat is af. Oh my god, wat een skin ook. Ja. Schooljuffie. Echt hoor. Of zo een hoor, dat is zwart. Of zo een? Ik heb wel echt zeg maar 3 tantoe lelijke brillen gehad in mijn leven. Waaronder nee, ook zo'n smalle bril. Dat was mijn. Wacht even. Maar dan zo wel wat dikker. Ja. Oh ja. Ik heb dus zo'n bril, alleen dan wel licht. Ja, dat wist ik. Je bent echt een nerd volgens mij vroeger. Nee, ik... Nee. 100% wel. Nee. Ik was hangjeugd. Jawel. Je ziet er zo uit. Nee, ik stond altijd buiten te chillen. Je bent zo diegene die zegt zo van... Ik heb niet gestudeerd en dan haalt ze 10 op 10. Nee, zo was ik totaal niet. Ik moest altijd verder grijnen en afkijken. Oh. Afkijken? Dat verbaast me ook niks. Ik heb nog minder punten dan ik zelf moet. Ik had altijd hele cheats om af te kijken, jongen. Daar was ik goed in. Afkijken. Ik ben alleen 1 keer beschuldigd geweest van afkijken. Toen kreeg ik 1. Ja. En toen was ik echt depressed, want mm-hmm. ik keek helemaal niet af. Mm-hmm. En toen mocht ik hem uiteindelijk overdoen. En dat was de enige keer. Ik was echt de meest brave persoon op deze aardbodem. Ik ben geschorst geweest. Dat verbaast me niet. Door wat? Oh, nou, ik ging altijd de gang open en dan ging ik even chillen met mensen en zo. Dat mocht nooit. En dan Wat raar! die verbazing ook. Ja. Toen snapte ik het ook mocht al niet. Eens. Nou, toen liep ik dus weer over de gang, maar toen... Je had zeg maar de glazen, of de ramen waar je doorheen kon kijken, maar daaronder was een stuk houtwerk. Dus ik ging kruipen over de grond om naar de overkant te gaan. En toen zag de leraar me. Toen zei ik, kom maar in. Toen moest ik, werd ik geschorst. Wat erg. Geschorst voor dat, man. Maar ja, hoe lang mocht je dan niet komen? Of iemand bedreigd of zo? Nee, joh. Nee, dat deden ze ook niet. Jawel, man. Nee. Een hele dag was ik geschorst. Toen moest ik bij mijn lievelings mevrouw van de bibliotheek zitten. Dus dat vond ik helemaal niet erg. Oh, wat erg. Ik ben er 1 keer uitgestuurd geweest en toen moest ik huilen. Oh, ik ben elke les... Ik weet nog wel, het begin van het jaar, toen werd ik echt... Ik weet nog wel, ik had volgens mij 5 lesuren en 5... Ieder lesuur was ik uitgestuurd. Dat was de eerste dag van school. Het was dramatisch. Ja, het was echt vreselijk. Maar was jij dan zeg maar echt... Zeg maar arrogant tegen de leraar of zo? Was jij gewoon chronisch aan het lachen? Chronisch aan het lachen, ja dat! Ja, dat wil ik zeggen, want dat was het waarschijnlijk. Ja, dat is echt zo. En dan moest ik stil zijn. Maar ja, dan ging ik helemaal in mezelf, helemaal stuk van die leraar, toch? Ja, dan kon ik niet stoppen met lachen. Dan was Lotte, ga er maar weer uit. Ja, ging ik weer. Ja, nee, maar dat zie ik me wel voor me. Nee, ik was sowieso niet arrogant. Alhoewel, ik moet wel eerlijk zeggen. Ik werd vroeger, moesten ze me prinses noemen. Wat erg. Wat een mishandeling. Ja, ik zweer het je. Ze deden het ook nog. Ik weet nog wel dat ik dan een examen ging maken op het tentamen. En dan had ik niet mijn echte naam, maar prinses erbij geschreven. Oh ja. Ik kreeg een wapen. Oh, nou, lekker bezig. Negeer maar gewoon. Dat deed ik niet. Clipje waardig. Zijn die wel mensen geland? Ja, best wel veel. Die mensen hebben we gebombardeerd. Ze vliegen zelf nog. Ik heb ze gebombardeerd, maar mezelf ook gelijk bij. Oh, maar dat maakt niet uit. Dat kan de beste overkomen.
Hier, pak die groente mee. Oh ja. Groente! Groente! Ja, hoe noem je het anders? Fruit, fruit. Allemaal fruit. Maïs is fruit of wat? Nee, oh, oh, oh. Ik dacht dat maïs een groente was. Sorry, ik heb een mond. Ja, dat dacht ik. Godverdomme. Hé, hey, Tech, ik dacht dat jij Mike had. Jazeker. Oh ja, heeft hij. Zie je wel, zie je wel. Hij is gewoon wat stil. Geluid. Omdat jullie te veel tetteren. Altijd jullie. Nee, wij tetteren helemaal niks. Nee. Altijd die vrouwen. Jij tetter. Ik. Ja, maar waar komen al deze noepjes vandaan? Ik zeg altijd, hou het kort. Thanks voor de bitty. Wat van wie krijg je een bitty? Van Renard. Hé, hey, is er hey, even joh. Richard toch? Richard? Ja, ja. Zeer zelden zie ik die in de chat. En dan zegt hij even, hey girl, en dan hey, gaat hij weer. Hey. What the fuck? Oh. Ja. Jee, wat een lawaai. Hey, hey, hey. Dit is zo, niet wat een mensen ook. Ja, dat zijn allemaal botjes, Marty. Ja, dat snap ik. Ik ben wel een noepje, maar ik weet wel wat botjes zijn. Dat zijn allemaal botjes. Oh. Hier zijn mensen. Ja, en ik word er zijn. Ja, dat is dus een noepje. Kijk maar. Zo doen we dat. Wat is dit nou weer? Precies. Wie is Tinus zelfs? Huh? Tinus, de beste. Dat is Marty. Ja. Dat is Marty. Hé, hey, het zal je verbazen, maar in het echt is mijn naam niet Marty. Maar wel Tinus. Tinus. Ja? Nee. Ik noem me dat een Tini. Van Tini en Lau. Nou, jij noemt me ook... Jij bent waar ik begonnen met Marty. En door jou noemt mijn familie mij nu ook Marty. Marty is toch lijp? Nee. Oh, ik ben best lijp. Hé, hey, nog niet. Lap. Nee. Paddy, weet je hoe ze heet? Mag ik het zeggen eigenlijk? Ja hoor, volgens mij weet iedereen dat ook gewoon. Ze heet Martine. Martine, als een echte 60-jarige. Hé, waarom pak je mijn shotgun af? Oeps, het spijt me. Je mag je wel hebben, joh. Godzidori, helemaal met spijt terug, hey. Hè? Wat? Wat? Nee, grap. Dit faal. Ja. Ja, dus Martine. Alleen maar bejaarden heten Martine. Martine. Ja, verschrikkelijk. Oh, wacht. Rustig, hè? Nee, jij. Kom rennen. Oh, wat? Oeps. Oh no, val onder een... Oh, geef hem mij. Nee. Oh, ja, nee, dan neem ik hem voor je mee. Oh. Maar oké. Dat is een ander verhaal. Oké. Ik heb maar twee sniperbullets, daar niet van, man. Ik hoor weer de golden chicken hier. Nee, ik hoor een gewone chicken. Oh, ik dacht de golden one. Very good English. Yes, my English is a bit better than before. Ah. So I've very lost from my back. Your back? Ja. Rug? Bedoel je dan je rug of je mond? Mijn back? Nee, mijn rug. Ja, weet ik veel. Met jouw very good English. Nee, ja, maar waarom heb je dan last van je rug? Omdat je goed bent in Engels? Nee, ik heb gewoon last op mijn rug. Dat heeft niks te maken met mijn Engels. Oh, oké. Okay. Ah, ja, duidelijk. Snapte. Van het sporten. Ja. Oh. Spierpijn. Levensgevaarlijk, hè, dat sporten. Ja. Nou, ik ga het gewoon helemaal niet doen. Ja, eigenlijk. Ik zou het ook gewoon skippen, man. Tegenwoordig veel te druk in de gym. Nou, ik moet zeggen. Ja. Vanochtend was het ook druk. Zo, ik was helemaal in shock. Ik dacht, ben ik later of zo? Is het normale mensentijd? Normale mensentijd. Dus hoe noem je je eigen dan? Elite. Nou, zeker niet normaal.
Elite. Zweg, Elite. Elite. Dat is echt zo. Ik ben echt te onderscheiden van normaal. Ja, daar sowieso, maar niet Elite. Hé, waar baseer je dat op dan? Tell me, nou. Dat je echt gewoon anders bent. Echt anders. Wel positief, maar negatief ook. Ik wou zeggen, je kan het ook. Oh, negatief ook! Wat is dit? Zo beide, bitch. Ja, eigenlijk ben je wel leuk, maar eigenlijk ook totaal niet. Daar komt nee, echt, zo zegt hij het wel een beetje. Nee, zo bedoel ik het niet. Hey, zipline. Oh, mensen. Hey, hoe gaan jullie met de kills? Ah, die heb ik nodig. Beter dan jij allemaal, in ieder geval. Ja, maar moet je kijken. Oh. De caddyman. Yo, Brian! Waar schieten ze? Oh jezus, ze zijn bij mij. Ik heb maar één shotgun bouwlid. Waarom sta je daar? Omdat ik dacht ik ga even gewoon rechts schieten. Damn. Eén op. Ideaal. Baguette. Ik hoor gewoon van die zipline of. Baguette is dead. Hey. Ja, bij mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou, Brian? Hallo, middle free. Hallo, Brian. Ik heb dat je kijkt. Hé, ik word geschoten. 110 net. Pak hem. Oh, sorry, ik heb hem echt gestield. Hé, Tommy is er nog! Vieze. Sorry. Ja, ik doe het niet expres, geloof me. Dank u. Ik heb ook nog deze. Gedi, wacht. Oh, wacht, Marty, wacht. Oh, kijk, staat ze weer. Oh. Sorry. Hallo, je moet mij echt... Ik doe echt met spek en bonen mee. Gewoon eerst kill stealen, dan dit ook nog. Ja, jongens, een meid als waar we bij staan. Sorry. Dat was mijn doel, haha. Want ik ben natuurlijk stiekem gewoon hartstikke goed in het spel. En ik doe gewoon alsof. Om jullie allemaal een beetje uit te lachen. Oh ja, dat is precies eigenlijk ook wat ik dacht. Dat is sowieso de tactiek natuurlijk. Ja. Dat jullie me onderschatten en dat ik dan bam. Wat de fuck. Hey Kip, laat me je pakken. Wow. Oeh, die gaat diep. Hou je bek. Interesting. Hou je bek. Oh, kan niet. Too much information. Ja, gewoon. Ja, Gerry pakt al die chickies. Nee. Deze kant gaan we echt niet op. Hij doet het. Echt, hè? No, ik zie die tech turret in een hele buildfight. Ja. Ja, ik ook. Oh ja, dit is bouwen. Ja, echt een hele toren. Maar dan wil mijn popje niet springen. We zullen leuk eens komen, hè? Okay. Oh, dit was even leuk. Waarom zucht jij? Even. Jij denkt echt raar, joh. Hallo, een zucht geeft lucht aan een hart vol smart. Oh, ik hou van zuchten. Ik ook. Dat doe ik echt de hele dag door. Ja, ik ook. Heerlijk. Zo hier. Ja, nou. Ja, mijn docenten doen dat ook, hoor. Oh, nou, ik ben geen docent, maar ik doe vind het ook. Gewoon, ik vind zuchten gewoon af en toe gewoon even lekker. Lekker ontspannen. Nou, elke leerkracht was aan het zuchten. Ik kwam in de leerkrachtkamer of hoe je dat ook noemt, vergaderkamer, weet ik veel. Docentenkamer, ja. Komen. Daar zo altijd snoepjes zitten, toch? Snoepjes? Maar daar waren leerkrachten van mij die ik gewoon goed ken en waar ik goed in ben. Nou, en ik pakte zo uit hun snoeppot. Eigenlijk allemaal zucht, hè? Ja, dat snap ik. Waarom? Laat mij ook meegenieten. Ik werk harder dan die leerkracht op school. Oh ja, dat zou ik ook al even zuchten. Ja, hij is bijna dood. Maar hallo, mag ik nog jumpen? Ja, einde verhaal voor deze man. Echt, hè?
Dood. Woehoe. Die chickie heeft nog meer golden eggs gegeven. Ja, golden chick. Hey, worden geschoten. Oh, dikke eens op hem. Klaar, klaar. Slapen, papa. Slapen, papa. Echt cringe als je dat zegt. Ja, is dat zo? Mijn hoef. Maar hij is niet dood. Hij slaapt niet hoor. Marty, pak hem. Yo. Waar is hij? Dat je überhaupt, ja, ik weet het niet. Ik ben er was hem ook aan het zoeken. Oh, pakking of fall damage. Oesie, hij is weg. Hij is weg. Oesie. Of Tech heeft hem al gepakt. Oesie of dat fan. Denk ik eigenlijk eerder. Ja. Oh, nee. Oh. Hier is hij. Ergens. Ja, daarboven. Oh ja. Ik ga hem flanken van achter. Slim. Ja, oh, ik ben bijna doodgevallen. Hij is wel aan het vluchten, volgens. Ja, hij is bang. Oh, en als ik nou raak schiet, dan zou dat ook fijn zijn. Dat zou wel helpen. Waarom staat hier een enorme muur? Waar is de man? Waar is de man? Ja, joh, weer footsie. De man die alles kan. Die niks kan. Hij is wel bang, ja. Hé, hey, ik word gesniped. Hey, achter ons. Shit. Ik heb geen daaronder. Snipe. Oh ja, door een robot ook. Nee, robot. Daar ben ik niet door gesniped. Dat wil ik niet toegeven. Een robot? Ja, hoe heet dat? Ja, voetstappen bij mij. Bot. Bot, ja, dat is een robot. Oh joh, maar jongen, jongen, dit is einde verhaal. Kut. Oh ja, yeah. Ah, nee, ik ga eraan. Hey, ah, fulltime. Oh mijn god. Dit is te laat. Zo, huh? Ja joh, snipers, niet normaal. Maar ze stonden al bij ons ook. Ik heb een kroontje, nee. Mm. Goodbye. Nee. Take care. Stille wateren. Ik heb meer kills dan Lotte en Gerrie bij elkaar. Ja. Ja, niets voor niets, Tinus is de beste. Ik zei het, dat is allemaal part of the plan. Ik doe gewoon allemaal alsof ik het niet goed kan. Maar ik ben eigenlijk de beste. Dat is alles. Dat zegt de naam. Dat zegt de naam. Mijn achternaam ook, in het echte leven. Ja. De beste. Ik krijg morgen de beste op de visite. Hallo, doet het de beste. En dat is echt een hele eerlot. Dat moet je wel beseffen natuurlijk. Ja, ik besef me dat eigenlijk nog niet helemaal. Maar morgen als ik het zie, ga ik huilen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat hebben wel meer mensen. Ja. Dat dacht ik al. Ik echt denk van wow, dat ik jou nog mag zien. Dat jij tijd voor mij neemt, is eigenlijk gewoon al... Ja, dat is gewoon speciaal, hè? Ja. Ja, dat dacht ik. Klopt. Ik ben finish hem, want hij gaat gerevived worden. Ik ben dankbaar dat je tijd voor mij vrijmaakt. Oeh! Ja, Lotte doe ik ook zeker niet zomaar voor iedereen natuurlijk. Nee, dat dacht ik wel. Als ik dat moet doen, dan heb ik helemaal geen... Te grappig. Goeie wapen wel hoor, dat daar op de grond was. Oh, hij komt. Push ook echt. Ja hoor. Kijk, wat zeg ik? Hij staat niet veel, maar hij is wel goed in Fortnite. Ja, hij is... hij zegt niet veel. Fully concentrated. No man, is concentrated. No man. Weinig woorden. Geen woorden maar daden. Ja, precies. Ja.
gevoel. Beetje gepushbaar. Ik durf niet te kijken. Oh! Okay. Die was pijnlijk. Oké, okay, ready up? Zie. Oké. Okay. Laatste potje. Hoe heet nou ook alweer die gasten met wie wij toen ooit een keer toen heel laat hebben gevoortijd? Kitty, boe-boe? Er waren 1 en 2. Ja, Boe-boe Kitty. Boe-boe Kitty 1 en 2. Dat was mooi, hè? Dat was mooi. Dat was echt heel... dat was leuk. Ja, dat was leuk. Echt tot 1 uur 's nachts of zo. Ja, ja, maar het was gewoon grappig. 1 uur 's nachts, hoe doet dat nu? Ja, geen idee. Ik niet. Nee, dat zou Lotte niet doen. Nee, ik moet wel eigenlijk naar bed. Volgens mij is het werkleven echt kut. Ja, dat is het ook. Klopt. Met school en zo, ik heb er scheid aan je. Lekker maar. School is echt nog een leukste periode van je leven. Geniet nee, van. Hou je pek. Echt elke docent zegt dat. Je bent echt gewoon geboren docent, ik meen. Hey, hou eens op. Het is wel echt waar. Nee, ja, echt dik. Ik zou echt een moord doen om terug te gaan naar middelbare school. Mm. Een moord? Een moord? Nou, ik zou het wel echt heel leuk vinden. Ik zou liever levenslang zitten in plaats van na school. Ik moet ook wel zeggen, ik vond middelbare school ook wel leuk. Ja, het was echt zo'n scheid aan alles. Ja, fase, gewoon zeg maar. Uitgaan. Mijn eerste jaren. Gooien met de leerkracht haar autosleutels en zo. En scharen gooien en kaarten gooien. Scharen gooien? Dat, ja, dat deed ik nou weer net niet. Nee, ik ook niet. Onze leerkracht kreeg een burn-out. Ging weg van school. Oh, altijd studie omdat gehad. Jij er zo gepest had. Ik! Ik had ook zo'n ja, jeugd. Weet ik veel. Als jij een schaarnaarde hebt gegooid, dan snap ik wel dat ze... Ja, zuiver voor het schoolfeest, stiekem. Stiekem zoenen. Wie? Nou, ja, dat deed ik eigenlijk nooit stiekem. Viezerik. Oh. Oh, nee. Ook echt niet corrigeren van dat deed ik niet, maar ik deed dat gewoon nooit stiekem. Nee, nee, nee. Boeide me niet. Nee. Ja, echt viezerig. Hoezo? Dat doe ik niet hoor. Wat is dat? Pas nadat je getrouwd bent mag je dat niet. Oh, nou alsjeblieft niet. Ja. Godsamme, dat is leven ook saai. Zo. Nee. Dan weet je wel tenminste dat je de juiste hebt en dat ze niet zomaar weg kunnen lopen van je. Oh, nou... Als je... Tegenwoordig is dat nog wel een raadsel, hè? Ja, dat nou. Sowieso, dat sowieso, maar... En daar hou ik niet van. Spelletjes gedoe, ja. Ja, maar... Ja... Maar ja, hè, de jeugd denkt er allemaal anders over tegenwoordig, hè? Ja, ja, dat is wel waar. Mooi, ja. Nope. Maar ik niet, hè? Goed zo, Gerry. Ja, echt een voorbeeld. Wow. Maar ik, kills, hoor. Ik wens je succes met iemand die niet heeft gezoomd voor het huwelijk. Nee joh, dat is toch voor een grap joh. Bijna iedereen. Ik bedoel dat je wel gewoon... Ja, een beetje normaal. Nou ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. We snap your point. Zelfrespect is nogal hoog. Of ja, dat moet gewoon hoog zijn, klaar. Ja, dat snap ik. Maar ja, dan moet iemand ook eerlijk over zijn. Dat is lastig. Ciao. Kijk, je kan natuurlijk altijd zeggen... Nee, je kan natuurlijk altijd zeggen... Oh, ik heb maar 1 gehad hoor. Dus stiekem. 1 plus 2 nullen. De comma omschuiven. Ja, precies. Ja. Naar 2 opzij. Ook echt van 1 naar 100. Nou, sorry, maar soms hoor ik dingen en dan denk ik, nou, dan kom je dicht in de buurt, hè? Ja, nee, dat klopt. Ik ben een beetje in shock als ik dat hoor. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, in verhouding ben ik dan virgin. Ja, dat is echt zo! Ja, same. Ja, dat is gewoon niet normaal bijna. Oh, wat hoor ik? Oh, dat zijn... Wat is dat nou weer? Ik moet echt nog even bijkomen van dit seizoen. Oh, heb ik in één keer weer vleugels. Oh, dikke attack.
Wat tech heeft het allemaal gesapsrapt? Ja, zo, tech. Zo snel is deze man. Je hebt het niet eens door. Hé, hey, geef me die big pot eens. Ah, je hebt die zelf nooit gedaan. Hier, wacht. Twee. Ik heb dit speciaal voor jou, omdat je me altijd zo goed beschermt. Niet nodig. Ah, oh, wil je dit niet? Ah, oh, wil ik een keer lief doen? Ik ga deze, ja. Ik ga tech volgen op zielen. Oh kut, ik niet. Oh, sorry. Oh, niet schelden. Oh, wat zeg je nou? Ik moet eigenlijk nu heel even niet weg. Hoeveel minuten? Ik had namelijk beloofd dat ik Karston half 11 zou wakker worden. Oh. Dat wakker maken. En ik zit nu te kijken, ik denk, oh my god, ik was het gewoon bijna vergeten. En dan heeft ze echt een probleem. Wie is Karston? Nou, Lot heeft precies zeg maar 5 minuten de tijd om dat even perfect aan je uit te leggen. Ja, hoe moet ik dat nou? Je mag het gewoon uitleggen. Oh, nou dat is heel makkelijk gezegd. Dat is okay, wacht, ik relatie. Relatie. De vriendin. Ah, ja. Vriendin. Ja. From the andere kant. Ja, ja, van de andere kant. Ik bedoel. Ja, nee, ja, precies zo zit het, hè? Oké. Ja. Ik weet niet of ze helemaal. Iedereen is gelukkig. Ja, dat sowieso. Ik weet niet helemaal van de andere kant. Ah, zo half. Ja, beide kanten. Nou, dat weet ik dus niet. Dat weet ik dus niet. Dat moet ik even eigenlijk vragen. Nee, ik denk wel de andere kant. Jij kan dat beter vragen dan ik. Ik heb er nog nooit gehoord over een jongen of over een man. Ja, like it. Auto. Niet serieus was dat. Ik ben de weg kwijt. Iedereen is overal. Kom eraan, kom eraan, kom eraan. Hier zie je. Ik heb hem echt zwaar gepakt met die ding. Lekker bezig. Ja. Ja. Dan zag je me zo gingen. Oh, ik heb honger. Ik ben er weer. Oeh. Mag je eigenlijk nu niet eten? Nee, zeker. Ja. Ja, ik ga het ook shake. Maar ja. Daar is het. Ja, ja. Maar dat voelt toch niet? Ja, op zich wel. Ja, op zich wel fake vullen, ja, wat is dat? Op zich, ja, gewoon om even in slaap te komen, dat ik niet met honger in slaap maar val. Nu, ik weet niet man, nu is echt zo'n tijdstip dat ik zo nog een broodje wil maken of zo, maar dat is slecht hè. Ja, dat moet je juist niet doen. Ja, maar dan kan ik toch ook niet slapen, maar ja, ik slaap sowieso niet gelijk. Als in, van de honger kan je dan niet slapen? Ja, dan denk ik de hele tijd aan dat broodje die beneden op mij staat te wachten. Wat doe je dan voor broodje? Huh? Wat doe je dan voor broodje? Ik weet niet, wat de rest? Wat doe je voor broodje? Wat doe je op je broodje? Wat er is, zeg ik toch? Wat er? Wat er is. Wat er oh, is. Wat er is. Ja, maar dan heb je toch ergens trek in? Of kijk je gewoon in de kast en denkt, oh dat is er, dat neem ik. Ja, gewoon iets te eten, gewoon iets te knauwen. Oh shit, er staan bij mij echt heel veel mensen. Waarom is het zo druk? Oh, die ding komt niet zo ver. Ja, die dus. Oh. Hey, veel mensen gekanteld. Lekker, Gerry. Thanks to me. Yeah. Ah, 7 kills, hè? Ja, ik heb 4 omdat ik de hele tijd te kloten met dat ding. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat zou ik ook zeggen, maar maakt niet uit. Zijn er meer op Big Bot? Nee, eentje. Weer niet aan mij gedaan. Oh, sorry. Nee, we hadden licht. Nee, ik heb. Oh. Jij laat me altijd lullig voelen. Lullig voelen? Ja, dat zeg je. Denk je niet aan mij? Tja, ben ik goed aan. Gewoon dat broodje maken, man. Gek, ben je een maffelotje getikt. Waar nee, zijn nee, nee. Oh, nee, Nick, we gaan geen broodje eten. Toch lekker, man. Ja, wel lekker. Kipfilet of zo. Oh, broodje lekker met... Of tosti met kipfilet en kaas. Broodje met kaas en roomboter. Ah,
roomboter. Oh, fantastisch. Ik vind boter echt zo vies. Oh, roomboter is zo maar lekker. Maar boter heeft toch geen smaak? Shut up, zeg je dit nou echt? Oh. Heeft boter smaak? Roomboter? Boter is alleen dat het niet droog is. Nee joh, roomboter heeft zieke smaak. Ja, roomboter, dat weet ik niet, maar ik zeg gewoon boter. Ja, dat moet je niet eten, dat is troep. Hoezo troep? Margarine of zo, dat moet je niet eten, dat is zo Omega, slecht. Omega, hè, pas op. Nee, dat is echt zo'n troep. Omega dat... is echt bullshit. Je moet eens even kijken wat voor één nummers erin zitten. Oh. Zo, wat ligt hier aan loot? Dit nummer, dat nummer. Ja. Hey, bio mevrouw, ik ben daar niet mee bezig, ja? Oh, dat... Ik eet wat ik wil eten en ik steek dat in mijn bek, ja? Oeh. Nee, hier is weer een gouden kip. Je laat me weer lullig voelen. Oh. Ik kom eraan. Terecht. Oh. Soms wel. Ik hou toch een beetje. Hey, maar ik had je wel heel goed gedefend op 5. Ja, dat heb je zeker goed gedaan. Niks zeg. Eet spekjes. Oh, Nick, dat zou ik graag willen, maar ik ga het niet doen. Oh, ik ga die kip overredden. Over 12, 11, 10 weken kan ik het eten ongeveer. Ben je weer aan het, weet ik? Kutten. Ja, katten. Kutten. Oh, dit is ja, dat is toch? Ja, ik wou... Ja, je hebt gelijk. Ik ook. Daarom, broodje maken. Ja, goed bezig. Ongeveer dezelfde waggie als Lotte in roleplay. Ja, die heeft ze bij mij gekocht, hè. Goed in het zak gezet weer. Is dat zo? Ja. Nou, eigenlijk niet bij jou. Bij mijn kwartdealer. Ja, maar niet bij jou. Dat maakt niet uit, ja. Winst gaat toch naar mij. Oké. Nee, grap. Nick eet smakelijk. Winst mogen allemaal houden. Eigenlijk moet ik daar percentage op pakken. Is goed, Brian. Fijne avond. Ja, eigenlijk wel. Dan doe je dat niet. Goeie eigenaar. Hé, we kunnen ook hierheen. Nee, bijna weekend. Deze, ja, heerlijk. Ik heb al lekker weekend. Waarom kan ik hier niet op? Hallo? We gaan heen. Oei. Ja, naar de zone, denk ik. Oh, nou, dan ga ik even opnieuw. Ja, ik was een beetje low. Low. Je bent weer laag hoor. Ja, oh, dat, ik dacht ik weer ook. Weer eitjes, ik wil eieren. Ik ook. Blijf weg van mijn eieren. Nee, jij van mijne. Godzie door. Oh, heeft hij ze gewoon snel ook nog. Tuurlijk. Oh, daar wordt geskiet. Gaan we dat pakken? Ja, ik word al gesnijd, denk ik, door die bot. Wat een scheet, wat pest me deze, joh. Kijk, ik heb de hele tijd een reet van Lotte in me in mijn shot. Dat vind je niet erg, Ik mag er geen antwoord op geven. Nee, dat is een politiek correct antwoord. Nee, precies. Voor het geval Karstar ons Riemel op aan te zetten. Hey! Ja, wat ben je nou weer dood? Dood! Hij wordt gesnijd. Voor een grenade op mijn gegooid! Ik ga je wel proberen te redden. Oké, doe. Auw, ja, ik ben dood. Oh. Gewoon mijn kaart pakken en gewoon weggaan. Oh. By the way, ik weet niet wat voor gouden wapen boven lag, die is echt shit. Ho, ging net ook goed? Nee. Niet. Bijna weekend, ja, maandag was het al bijna weekend. Oh, nice! Dat is een positieve manier om naar het leven te kijken. Ja. Zo kijk ik altijd naar het leven. Ah, shit, ik word echt hard geraakt. Oh, ik ga echt dood. Oké, ik ga Gerry niet booten. Booten? Ik zou je willen helpen, maar ik ben... Rebooten? Zou je dat toch? Ik kom naar je vliegtuig. Ik dacht helemaal geen booten. Wat ga je booten? Ken je dat niet? Nee. Je zit echt nog niet lang in de 5M-wereld. Ah, oké, ik ben dood. Nee!
Oké, wat is dat dan? Ik ben uit de lucht geskiet. Nou, de mensen zijn nogal agressief zijn op 5M en die boot die internet eruit. Huh? Ken je dat? Nee. Nee? Dus dan gooien ze je internet eruit? Als je, ja. Als je daar niet hebt mee gemaakt, dan moet je dat wel. Wacht, kom. Party. Oh, hij is daar. Ik moet aan het zwemmen. Hé, waarom doet hij onderdeel? Ja, ik zie het. Oh, shit, snipe. Nee. Ik had hem ziek gered. Zou ik vluchten? Hij is nog. Ik wil Nederlandse naam nu even met twee doen. Dus snel Nederlandse naam. Ja, joh, moeikus. Ik moet snel denken, toch? Lieselot. Ja, maakt niet uit. Lieselot. Kom maar hetzelfde, joh. Oh, ja. Ik heb minis, jongens. Kutbot. Huh? Ik heb minis. Ja, ik heb ook nog minis. Oh, shit, zo'n kont. Ik moet wel echt rennen. Als je die doodskop op je hebt, Marty. Ja, die heb ik. Die kan je dubbel klikken, hè? Ja, één hok. Oh my god. Komt er eentje vliegen. Oh, die heb ik ook. Ja, die heb ik ook. Oh, dat is een kip. Ik schrok dood. Shit, dood. Oh, die vleugels zijn shit eigenlijk. En ik gebruik ze iedere keer. Nee. Wat? 5 HP. Oh, hier zijn ook mensen aan de andere kant. Shit. Dan moeten we de tech turret ook, hè? Zit echt precies tussen twee teams in. Het is weer zover. Tech voor de caddy. Oh jee. Het is zeer druk. Ik kruip naar de zone. Kijk, met... Kijk, je haalt het wel. Wie is wat aan het drinken? Ik. Wat ben je aan het drinken? Ja, ik word nog van de andere kant. Ik had gewoon water in een glas met een rietje. Maar ik had pas door, zeg maar, toen ik had geluid hoorde dat ik op het einde van het water kijk was. Kijk hoe slecht hij is. Lekker gorgelen. Nee, dat is een rietje. Ah. Oh, gaat zo nog verder. Ik door het deel, ik zo van, hey, wauw, jullie bek. Hij is echt spraakzaam. Nee. Niet normaal. Nou, voorheen was je wel wat spraakzamer, hoor. Wij willen er gewoon doorheen. Ja, we zijn gewoon te druk. Overheen. Beetje waar. Daar is links iemand van je. Oh, ik zou helemaal misselijk worden van dit. Ja, zo, ik word hier misselijk van. Ja, ik ook. Zo, ik kijk ook gewoon weg. Ja, ik moest ook even niet kijken. Ik kan het niet relativeren. Welk? Dat de hele tijd zo heen en weer gedraaid. Wat ben je aan het eten, Gerry? Hm? Ben je aan het eten? Bami. Cornflakes. Cornflakes. Het is beter dan boterham. Nou. Broodje. Nou. Het ligt eraan wat voor cornflakes. Met chocolade. Oh ja, die is wel beter dan een broodje, ja. Ja, zeker beter. Ja. Dat zijn echt goede vezels. Ja, ja. Wel pure chocolade. Daar val je van af als je het eet. Ja. Ik ben nu al in mijn hoofd aan het genieten van mijn shake.
Ga je straks shake nemen? Ja. Ja, geniet er nu al van, dan moet je die nummer nemen en ga je afvallen. Nee, dat doe ik sowieso wel. Ik zit zwaar onder mijn onderhoud. Mm. Oh, hoor je dat zo hard dat ik aan het eten ben, sorry. Ja. Nou. Het is niet erg hoor. De ene slurpt en de ander die is een cornflakes aan het eten. Oh, ik kan echt niet tegen mensen die soep slurpen. Nee, dat kan ik ook niet tegen. Oh. Of smakken vind ik ook gewoon echt wel echt. Oh, dat vind ik ook zo lekker. Mijn broer deed dat vroeger altijd. Dan ging hij het laatste beetje van zijn soep zo drinken. En dan deed hij zo ziek slurpen. Oh, dan kon ik hem wel kiel halen. Ja, dat snap ik wel, ja. Zo lekker bezig. Oh. Oei, oei. Maar mijn broer die ging altijd met eten gooien. Die ging dan bijvoorbeeld dopertjes of zo op zijn vork. Zo echt afvuren, zeg maar. Oh my god. En dan zaten ze tegen de muur aan. En toen was mijn moeder echt een woest. Of mijn broer die gebruikte niet echt vaak zijn hersenen. Ja. Yeah. En dan had hij geen zin in eten, vond hij iets niet lekker. En toen dacht hij van, nou, in plaats van dat ik dan gewoon zeg dat ik het niet lekker vind en het niet opeet of zo, ja, ging hij dan onder het randje van zijn bord leggen. Nee, deed hij dat echt. Dus als je het op bord oppakte, zag je zo'n hele cirkel van dat eten op het tafelkleed. Dus het sloeg ook helemaal nergens op. Oké, okay, jongens, ik ga er van tussen. Ik ben er klaar mee. Ze heeft zin in een shake. Ja, mooi. Ik moet echt lekker eten. Kijk, hoor, Gerry heeft een salade. Shake stream. Echt, hè? Ze laat een beetje omslurpen. Snel pikken. Hey. Hey. Laat me eten, ja? Ja. Geniet er lekker van. Oké. Ik heb gehoord shake stream. Oh, heb je dat gehoord? Nou, dat kan wel even hoor. Martin, jij ook? Ja. Wat, sorry? Kom je ook? Wat kom ik? Op Discord. Yes, goed. Oké, okay, tot zo. Ja. Tot zo. Doei. Doei. Oké, okay, jongens, jullie weer bedankt voor het kijken. Hoe is het nog met de enige echte Martin? Oh, sorry, Thomas, ik zal het straks aan de vragen. Jullie bedankt voor het kijken. Een hele fijne avond. En dankjewel, Niek. Fijne avond. En ik zie jullie... Morgenavond ben ik er niet. Ik ben er zaterdagochtend. Zaterdagavond ben ik er ook niet. Want dan heb ik IBT-training, Thomas. En zondagavond ben ik er ook niet. Maar zondagochtend ben ik er wel. Dus, fijne avond. Slaap lekker alvast. En tot de volgende.